Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Beter op Papier. De podcast die een samenwerking is tussen het blad van de Hanze Hogeschool, Hanze Mag, en het online magazine voor de creatieve ondernemer, Dat Mag. Deze aflevering heb ik een hele toffe gast op bezoek. Iemand die me door heel veel mensen is aangeraden om uit te nodigen. Samen met zijn broers richtte hij een aantal jaar geleden de beste pizzeria van Groningen. Tenminste, als we Hanze Mag mogen geloven. Buurman en Buurman. Toen had hij het al over lokale producten benutten en sociaal geëngageerd zijn. En dat is ook waar we het eigenlijk voornamelijk over hebben in deze podcastaflevering. We hebben het over een voedselbos. Weet je wat een voedselbos is? Ik wist het niet. Het is een aantal hectare aan grond waar allemaal eetbare planten voornamelijk zijn gepot. Op die manier hou je de grond vruchtbaar en door de diversiteit. We hebben het ook over Malcolm X, we hebben het over basisinkomen, we hebben het over wereldvreemd zijn als je te veel geld hebt. Het gaat alle kanten op en het was ook echt een plezier om 2 uur te vullen met deze gast. Ik wil even een shout-out doen naar mijn tagteam, Jasper Bosgraaf, Irie Weergang en Erik Imtorn. Zonder hun was dit niet mogelijk geweest om te maken. En check ons ook op Spotify, Podbean, iTunes en SoundCloud. En geef ze even een goede rating. Enjoy. Beter op Papier. Met je host, Theo Lazaroff. Dat ben ik. En Sjoerd Grote Dorst. Leuk dat je me uitgenodigd hebt, man. Ja. Ik vond het wel tof. Want ik heb wel vaker dan mensen gehoord die zeiden van... ...joh, je moet echt Sjoerd even uitnodigen voor je podcast. En toen kwam ik jou tegen met oud en nieuw. Ik dacht, oké, dit is mijn moment. Even, we gaan het nu fixen. Ja, leuk, man. Ja. Het was ook leuk dat we elkaar toen tegenkwamen. Ja, het was een leuk feestje. Juiste moment. Ja, het was een superleuk feestje. Absoluut. Ik weet niet hoe jij erin zit, maar ik heb met dat soort feestjes... ...vroeger kon ik helemaal erin opgaan, zeg maar... avontuur en alles. En nu heb ik zoiets van... ik ken er zoveel mensen. Ik word zo overprikkeld als ik daar rondloop, weet je wel. Dat... Ik raak overprikkeld door de hoeveelheid mensen. Daarom was het feestje voor mij oké, want het is niet te groot. Ik heb 10 jaar in Amsterdam in horeca... horeca gast, heer, portier, hoe wil je het noemen, gedaan. En ik heb veel groter feesten met veel meer mensen gezien en meegemaakt. Dit was intiem voor mij. Ja, dat was wel redelijk, hè? Ja, het is een leuk feestje. Ja. Ja, want Amsterdam, daar zat je een paar jaar geleden al. Ja. Ben je daar ook afgestudeerd in Amsterdam of zat je in Groningen? Nee, ik heb in Amsterdam gestudeerd. Oké. Ja. En dat was Amerikanistiek? Ja, ik heb Amerikaanse geschiedenis gestudeerd, ja. Tussen alle andere dingen door die ik aan het doen was. Ja. Ja. Want wat trok jou daar precies? Naar Amsterdam? Ja. Ik ben in 2000 naar Amsterdam gegaan. En toen was er een hoop in beweging in de wereld. Je had in Seattle... net de World Trade Organization was daar bij elkaar gekomen. Er waren grote rellen geweest. Dat was in 1999. In 1997 bij de Eurotop in Amsterdam waren veel activisten. En er was een wereldwijd verbond van vakbonden, klimaatactivisten, anarchisten, socialisten. Gewoon gewone mensen die zeiden, ja, zoals het nu gaat met het consumptiesamenleving en kapitalisme. Dat kan niet goed blijven gaan. En... ja, ik voelde dat ook. En ik wou naar een grotere stad en daarbij betrokken zijn. En me mee bezighouden ook. Met direct action activisme. Wauw, echt hands-on gewoon. Ja, man. Hands-on combat. Ja, nou ja, combat, ja. Er zijn zeker wel confrontaties geweest door de jaren heen. Maar ja, ik geloof in een just society, in een rechtvaardige samenleving. En dat is het niet altijd, maar ik geloof wel dat je daar je voor in moet zetten. En met woord en met daad. En dat ben ik in de praktijk gaan brengen toen. Dat ben ik gaan doen. Want je zat toen bij de krakersbeweging? Nou, de krakbeweging was er niet echt meer. Dat is meer de jaren 80. Er werd nog zeker gekraakt in Amsterdam en in heel Nederland.
Maar het was niet meer wat het daar 20 jaar daarvoor was. Of 15 jaar of 10 jaar daarvoor. Het was een kleine groep gedreven mensen. Ja, wat is klein? Voor een stad als Amsterdam waren het honderden mensen die dat nog deden. Ja, en als je dan in zo'n stad rondloopt. Het is de laatste maanden ook weer heel erg in het nieuws. De speculatie in een stad als Amsterdam. In grote steden. Pandjesbazen. Die man van de koninklijke familie. Die Bernard. Die ook tientallen, zo niet honderden panden heeft. En daar verschrikkelijk veel geld mee verdient. Ja. En daardoor wordt de prijs opgedreven. Maar ja, als je door zo'n stad rondliep. Nu nog steeds, maar toen ook. Je ziet overal dingen leegstaan. Terwijl een gemiddelde Amsterdammer, gemiddeld iemand die daar wil wonen, die moest 12 jaar op de wachtlijst staan voor een woning. Shit, voor sociale huurwoningen. Dat, ja. Ja, of je moest de vrije sector in, maar wij dan de betaal je kapitaal. En dat is voor niet iedereen te betalen. Ja. En dat is omdat er gewoon handel gedreven wordt met een goed wat iedereen nodig heeft. Namelijk een dak boven je hoofd. Ja, en dan heb je ook echt een stad te pakken met Amsterdam. Ja, ja, ik heb echt waanzinnige dingen zien. Huiseigen, want mensen die kraken ligt heel gevoelig. Want het botst met het eigendomsrecht. Omdat mensen zoiets hebben van ja, maar dat is van iemand. Die heeft dat gekocht, dat is van iemand. Mm-hmm. En in principe zal ik dat niet betwisten. Kijk, als het om een auto gaat. Als jij je auto voor je huis wil laten staan en wil laten verroesten en niks mee wil doen. Ja, zonde. Maar hier gaat het over huizen en er wordt bewust met de markt gespeeld om de prijs op te drijven. Want er is vraag. Mensen moeten een dak boven hun hoofd. Je moet niet in de auto, maar je moet een dak boven je hoofd. Weet je, wonen onder een viaduct, dat is echt geen pretje. Nee, dat zou wel niet. Of in een tentje, wat dan ook, in dit klimaat. Dat is niet te doen. Dus je hebt een dak boven je hoofd nodig. En de manier waarop daarmee gehandeld wordt nog steeds. Ja, dat is niet oké. En dat creëert schaarste, waardoor de prijzen omhoog gaan. Ja, en er is een kleine groep die vaart daar wel bij. En de rest heeft het nakijken. Wauw, maar dan, hoe gaat het dan? Hoe oud was je toen je er naartoe ging? Ik was bijna 21. Oké, dan ben je nog echt een jong broekie die eraan komt. Ja, ja. Ja, ja, toen dacht ik dat ik een hele hoop wist. Maar ik was nog een jong broekie, zeker ja. Wat heb je dan, hoe gaat het dan? Hoe ben je daar in? Want was je al van plan om een soort van activist? Ja, ik ging naar Amsterdam om te gaan kraken en actie te voeren. Ja, cool. Dat wist ik. En wat was je visie versus de werkelijkheid? Ik had geen idee wat me te wachten stond. Ik had in Amsterdam, toen ik daar in de zomer was, wat kraakpanden gezien. En ik voelde wel direct een connectie met de gedrevenheid die dat uitstraalde. Je had binnen Amsterdam nog verschillende bestaande structuren die over waren uit de jaren 70, 80, 90. Dus bijvoorbeeld kraakspreekuren, mensen met de kennis en de ervaring, die weten wanneer je iets kan kraken, wanneer niet. Kraakspreekuren, wauw. Ja, een kraakspreekuur, ja. En die hebben een leegstandsding ook. Ze houden een beetje bij. Mensen komen van, nou, ik heb dat daar leeg gezien, ik heb dat daar leeg gezien. Nou, dat wordt bijgehouden. En dan ook van, deze personen zijn ermee bezig. Nou ja, en als die er dan niks mee doen, maar 3 maanden later komt er ook iemand die het leeg ziet. Nou, dan weet je van, oké, dat huis, daar is misschien echt iets mee. Je had het SPOC, het Speculanten Onderzoekscollectief. Die hielden bij wat voor huiseigenaren geneigd waren geweld te gebruiken, knokploegen te sturen. Of wat voor huiseigenaren. En dat ging dan niet alleen om krakers, maar ook om huurders. Dus je hebt gewoon huiseigenaren, die mensen die gewoon aan het huren zijn, met geweld bedreigen, geweld toepassen, huizen laten verkrotten, niet onderhouden. Het gekste wat ik gezien heb, want dat met het eigendomsrecht, hè, het is van jou, nou, kijk, die auto, als jij je auto wil laten verrotten, prima. Maar ik heb dus panden gezien, monumentale panden. De gevels waren monumentaal, dus de gevel, daar kon die eigenaar niks mee doen. Maar hij wou het graag slopen, want hij wou een hotel bouwen. En die had de daken eraf gesloopt en de achtergevels en alle verdiepingen. Dus er stonden nog 2 gevels. Daar hebben wij de voordeur, dat was ook een publieksactie, dan hebben we gekraakt, die gevels. Voordeur opengebroken. Ja, en er was niks achter, er was een hoop puin. Zo. Ik heb een huis gezien waar de duivenstront tot kniehoogte in lag. Want dat stond gewoon al een paar decennia leeg. Shit, het is niet zo dat als ik een huis heb in Amsterdam en ik laat hem een jaar lang leegstaan, dat hij dan gekraakt is.
In principe, zoals het was, ondertussen is kraken verboden. In 2010 is het verboden door de Nederlandse wet. Het heeft de overheid gezegd, wij gaan achter de leegstand aan. Dat is niet gebeurd. De gemeentes van de grote steden hebben ook aangegeven, verbied het kraken niet, alsjeblieft. Want die krakers, die houden gewoon de leegstand in de gaten. En die houden ook een beetje druk op de huiseigenaren. Maar ja, verbieden, ik bedoel, volgens mij gebeurt het nog steeds, toch? Ik hoor nog steeds wel mensen die dat doen. Het zijn genoeg mensen die zeggen, wat verboden is, kan nog steeds. Ja. Maar het is wel veranderd. Het is een stuk moeilijker om langere tijd in een huis te wonen. Ik heb 1 gekraakt huis heb ik 6 jaar gewoond. Andere heb ik 5 jaar gewoond. Ik heb in kraakpanden gewoond die al gekraakt waren toen ik er kwam wonen. En waar ik ook weer weggegaan ben voordat ze ontruimd waren. Die 15, 20 jaar gekraakt waren. Wow, dat is echt lang. Ja. Dat is zeker lang. Ik heb ook huizen gezien. Zijn eigenaren dan ook blij dan met daarmee? Sommige... Ja, dat wisselt. Je hebt eigenaren die zich realiseren van ja, oké, het schiet niet op. Ik heb ook van eigenaren die... Het komt voor dat de eigenaren een akkoord gaan aan een huurcontract aanbieden en dat je huurder wordt. Oh ja. Dat is de ideale situatie. Maar ik heb ook wel meegemaakt met eigenaren die zeggen van nou ja, oké, jongens. Kan gaan procederen. Je moet jullie advocaat, moet ik advocaat. Kunnen we niet afspreken dat op het moment dat ik alles rond heb, dat ik mijn bouwaanvragen goedgekeurd heb, ik heb mijn aannemer enzovoort, dat jullie dan weggaan? Ja, en dat soort afspraken worden wel eens gemaakt. Nu meer dan vroeger, nu het verboden is. Ja, als je dan toch een tijd kan wonen, dat is heel fijn. Ja. De heel principiële mensen roepen dan, dat mag niet onderhandelen met de eigenaar. Maar die zijn voor mijn gevoel soms een beetje uit het oog verloren. Dat het uiteindelijk gaat om een dak boven je hoofd. Ja, want ik als Bulgaar zijnde vind het heel vreemd, zeg maar, dat je dat mag doen, zeg maar. Want toen we het wel eens over gehad, toen we net in Nederland kwamen wonen, dat ze, oh ja, krakers, wat is dat dan? Nou, dan gaan ze een huis bezetten. En zeggen van, oh ja, maar in Bulgarije doen alleen zigeuners dat. En die worden eruit geschoten, weet je wel? Ja. Dus dat is echt zo van, ik denk dat Nederland er vrij uniek in is, toch? Met dat kraken, of niet? Nee, je hebt in Groot-Brittannië had je kraakbeweging. In Duitsland had je een enorm grote, sterke kraakbeweging. In Spanje wordt nog steeds gekraakt. In Duitsland is het verboden in de loop van de jaren 90. Er is over de hele wereld gekraakt. Wordt nog steeds gekraakt. Het zijn vaak de allerarmste. In Nederland is kraak op een gegeven moment ook zijn middenklasse kinderen dat gaan doen. Ja, een beetje hip is dat geworden. Ja. Nou ja, hip. Stukje overtuiging ook. Het is een idealistische groep mensen die nadenkt over een andere manier van de samenleving inrichten. Wat minder bezig met bezit vergaren, meer met recyclen. Al mijn huisraad kwam van straat. De bankstellen stonden op de stoep, de koelkasten stonden op de stoep. Ik kon alles op straat vinden. Mijn bed heb ik gebouwd van 4 euro pallets en balken die ik op straat gevonden heb. Dat bed heb ik nog steeds. Je zou eigenlijk de gast die deze lamp heeft gemaakt een keertje moeten spreken. Dat is even upcycling. Ja, maar dat is upcycling. Ja. Ja. Dus ja, het is een andere visie op hoe je het leven in kan richten. Ja, en wat dat betreft, ik heb discussies gehad met mensen. Die zeiden van, ja, maar je moet gewoon gaan werken. De meeste krakers werkten. We kraakten op zondagen, omdat mensen dan vrij hadden. Maandag tot en met vrijdag waren de meeste mensen aan het werk. Gewoon een baan. Ik heb gewoon echt bij krakers. Want ik bedoel, ik ken wel wat krakers. Vrienden van mij is ook. Ik heb in kraakpanden gewoond. Maar mijn beeld is altijd zo geweest van, of je hebt inderdaad de studentjes die een soort van voor de hipheid dat doen. En dan heb je in hetzelfde gebouw echt een paar rasechten die dat echt gekraakt hebben. Zeg maar met hun honden en hun bakbrommers. En die trekken dan nachten door in de bouw en die zitten alleen maar zichzelf vol te proppen met pep. En dan zo alleen maar gewoon niet eens echt feest of zo. Het is gewoon keihard werken de hele tijd. Dan ja. Klopt dat een beetje, dat beeld? Of? Binnen de kraakwereld heb je verschillende scientjes. Net zoals in de gewone samenleving je in een flatgebouw met huurders je mensen zal vinden die student zijn. Mensen die in de IT werken. Mensen die hele weekenden doorhalen op de pep en hard feesten. Mensen die stijgerbouwer zijn, whatever. Dat is gemêleerd, net als overal. En ook binnen de krakers had je mensen die idealistisch waren en mensen die gewoon
wat een dak meer, boven hun hoofd hebben houden. Wat noem je idealistisch dan? Wat is dan een ideaal uit de krakers? Nou ja, als je over de wereld na begint te denken. En nou ja, je hebt de beroemde scène uit de Matrix van neem je de red pill of neem je de blue pill. Ja. Ja, als je eenmaal wakker bent en dingen begint te doorzien en vragen begint te stellen. Dan zijn heel veel dingen die wij normaal vinden eigenlijk niet normaal. Ik heb een discussie gehad met iemand. Zei ja, je moet gewoon werken 40 uur in de week. Dat is normaal. Ik zei maar meneer, dat is alleen maar normaal omdat het een compromis is. Er was ooit een tijd dat 80 uur in de week werken normaal was. En je nam je kinderen mee. Ja. Die stonden met jou in de fabriek. Dat is niet eens zo heel lang geleden. Nee, dat is niet eens zo heel lang geleden. Het is niet eens zo heel lang geleden in Nederland dat je alleen mocht stemmen als je een bepaalde hoeveelheid belasting betaalde. Dat is 100 jaar geleden. Of een piemel had. Ja, ja je moest een bepaalde hoeveelheid belasting betalen en een piemel hebben. Ja. En 100 jaar geleden is de Algemene Kieswet aangenomen dat vrouwen in 1918 dat mochten alle mannen stemmen. Ja, ja. En in 1919 mochten vrouwen ook stemmen. Dat is niet lang geleden. Gewoon één mensenleven is dat eigenlijk. Het is 3 generaties. Ja. Is het generatie 30 jaar? Ja, generatie ongeveer 30 jaar. Hoe ik het begrepen heb, hoor. Ik ben ook geen autoriteit. Maar ja, wat normaal is, dat zijn dingen die ontstaan zijn tussen mensen onderling. En veel mensen ervaren dat als een steen gegrift. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. Weet je, nu is iedereen aan het 2 verdienen. En dat is nu echt niet zo. Nee, vroeger kon je op 1 inkomen kon je een gezin onderhouden. Nu heb je 2 inkomens nodig om een gezin te onderhouden. Ja dat klopt. Ook maar als je kijkt naar wat bijvoorbeeld over hoe we voeding benaderen of zo. Weet je wel? Zo van, wij eten, of de normale standaard dieet is iets wat een normaal dieet was toen we op het land aan het werken waren. En iedereen niet dat eens. Niet eens. In tijden van bevolkingsgroei in de geschiedenis, op het moment dat de bevolkingsgroei toenam en de druk op de hoeveelheid beschikbare grond, werd grasland omgezet in landbouwgrond. Dan ging men minder koeien houden. Ja. Meer brood, meer tarwe. Ja, meer peulvruchten, meer groentes. En wat aten wij traditioneel? Dat we granen eten, dat doen we nog maar 10.000 jaar. Ja, dat klopt. Daarvoor aten we peulvruchten en bladgroenten en af en toe een fruit. Dier of zo. Ja, en af en toe wat de wolven en de leeuwen achterlieten. Ja. We zijn op een gegeven moment ook wel gaan jagen. Zijn we meer vlees gaan eten. Maar ja, het idee dat zoals vlees in onze huidige samenleving, en het is nu aan het veranderen, maar zeg 20 jaar geleden hoe vlees erbij hoorde. Dat komt voor een deel voort omdat vlees voorbehouden was aan de elite. Die kon elke dag vlees eten. Gewone man kon dat niet. Nee. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we een bio-industrie op poten gezet. Moest iedereen nooit meer honger. En iedereen moest rijk. Dus iedereen moest vlees kunnen eten. En we durven maar heel moeilijk toe te geven. Omdat het zo in onze samenleving vergroeid zit. De cultuur van het vlees eten. Is het super moeilijk om toe te geven van, is misschien niet goed voor de omgeving en het milieu. De mestoverschotten en de problemen die daarmee komen. Het is 1. De methaanuitstoot. De kap van de regenwouden om mais en soja te groeien. Ja. Ga zo maar door. Want die koeien die hier in die stallen staan, die leven niet van gras. Er is niet genoeg gras voor. Van die korrels. Korrels, ja. Komen niet eens buiten. En hey, wat was het? 22 jaar geleden? Gekke koeienziekte? Waarom werden die koeien gek? Omdat ze gemalen koe te eten kregen. Is het zo? Ja. Die koeien kregen de slachtrestanten, die werden verwerkt met andere dingen, tot voedsel voor die dieren. Ja, sick, dat wist ik niet eens. En daar kregen die koeien een variant van Creutzfeldt-Jakob van. En als jij dat ging eten, ging je het ook krijgen, potentieel. Ja, dat weet ik nog wel. Dat is echt zo'n hele, ja, een grote paniek. Ja, vanwege 96 koeien, was dat zoiets, ja. De gekke koeienziekte. Dat was omdat koeien te eten kregen. Ja, zeker. Ja, ik zit altijd een beetje te goochelen met eten. Hè. Dus ik moet heel erg toegeven dat bijvoorbeeld, ik heb nu echt een hele periode achter de rug dat ik alleen maar vlees aan het eten was.
En nu steeds meer een beetje een gevarieerder, weer terug met een gevarieerder dieet met wat groenten erbij. Maar ik voel me nu daar wel het lekkerst bij, zeg maar. Gewoon puur lichamelijk, zeg maar, zonder na te denken over de rest. Maar toen ben ik me ook gaan verdiepen in wat het nou, wat voor effecten het heeft. En dan kom je dus zo, je komt er echt in een wereld, zeg maar, waarvan je ook niet eens meer kan zeggen van wat is nou echt en wat is nou niet echt. Want aan de ene kant heb je dus de vegan army, die roept van, ja, het is super slecht en uitstoot en die dieren en het is gewoon, het kan niet. En aan de andere kant heb je dus dan die carnivores die zeggen van, ja, maar als je kijkt naar hoe tegenwoordig dingen aan toe gaan, jullie laten de hele tijd alleen maar dezelfde filmpjes zien van dieren die mishandeld worden. Dat is bij lange na niet altijd zo. En voor alleen maar groente en fruit sterven ook superveel dieren. Ja. Dus dan zit je echt zo van, oké, maar wat de fuck moet je ermee, zeg maar? Met de vegan army, wat jij benoemt, dat zijn mensen die een bepaald ideaal nastreven. Idealen zijn perfect, mensen zijn niet perfect. Dus een ideaal kan je nastreven, maar het is moeilijk om anderen op te leggen. Qua het eten van vlees en het roepen van, ja, die nare filmpjes van die slachthuizen en zo, dat is niet meer zo. Dat is super naïef om dat te denken. Ja. Want wij leven in een samenleving die een efficiënt winstoogmerk nastreeft. En er wordt niet gegeven om hoe mensen zich voelen. Ik noemde het net al voordat we begonnen, zo grappend. In Amerikaanse industrie heb je mensen die met een luier aanstaan te werken. Oh, echt? Oh, ja, omdat er geen tijd voor pauze is. Je mag geen pauze nemen. Ja? En op het moment dat een vrachtwagen met koeien leeg moet, omdat ze geslacht moeten worden, ja, als die koe niet meewerkt, die wordt niet het slachthuis ingeaaid, hoor. Nee, oké. Okay. Nee, dat lijkt me ook niet inderdaad. Nee, die wordt geknuppeld, die wordt getrokken, dat gaat super naar. Want die mensen die daar staan te werken, die moeten ook allemaal een quota's halen. Dat moet door. Het mag niet stil komen te vallen. Dus, en dat hebben we ook in onze samenleving, zeg maar, alle narigheid, zeker in de westerse wereld, hebben we geëxporteerd. Zeg maar, de kolenmijnen zijn allemaal gesloten. Dat doen andere mensen. Ja, ja. Ons afval gaat naar Afrika, gaat naar India. Daar worden rivieren en plekken vergiftigd. Het rottige werk, de naaiateliers, en in Bangladesh. Ja? Indonesië, kijk waar je kleding gemaakt wordt. Ja, we zien het niet, dus het gebeurt goed. Ja, precies. Dus wat ik niet zie, bestaat niet. Ja, en dat, het is te ver van mijn bedshow. En dat is ook waarom het werkt, omdat het ver weg is. En het is te groot. Het is te massaal. Er zijn bijna 7 miljard mensen op deze planeet. Dat is niet te bevatten. Nee, maar het is, ik heb dat steeds meer dat je dan gewoon naar de lucht kijkt. Ik had het laatst met iemand over. Met een vriend van mij, die zit heel veel in Zuid-Afrika voor werk. En we zaten gewoon naar de lucht te kijken. Het was super mooi. En ik zei tegen hem, weet je dat, toen ik in China was, dan rook het gewoon anders. Ja. En dan zag de lucht er ook anders uit. En dat is gewoon zo bizar. Dat je, het is toch dezelfde lucht? Nee, het is gewoon compleet anders, weet je. Dus je weet ook niet, eigenlijk ben je super naïef van, de ouder ik word, de meer ik erachter kom dat ik vrij naïef ben in mijn denken. Is niet erg of zo, maar het is wel een besef. Zeg van, ah, oh ja, nee. Geinig dat ik dit voor lief heb genomen zoals het is. Ik krijg wel eens het verwijt, Sjoerd, je maakt alles zo ingewikkeld. But it never was simple. En het is een hele grote ingewikkelde wereld. En als je dingen echt wil begrijpen en het hele plaatje wil zien, ja, dan wordt het wel ingewikkeld. En ja, mensen zijn in staat om zich af te sluiten voor dingen. Ik doe dat ook. Soms bewust, soms onbewust, maar dat doe je. Anders kan je niet overleven in de getikte wereld. Maar ja, ik denk dat uiteindelijk, om bijvoorbeeld het vlees als voorbeeld te nemen, dat de meeste mensen, als het in slachthuizen gaat, zo, dat willen ze eigenlijk niet weten. Nee. Dat is echt lijden wat op jouw bord ligt. Als je alleen naar de dieren kijkt. Om melk te produceren en om biefstuk te produceren. Een koe moet zwanger om melk te geven. Kalf wordt geboren, wordt weggehaald. Ik heb het gezien gebeuren, man. Ik ben op een boerderij geweest. Vader, ik weet dat zo is. Die koe vindt dat niet leuk, hè? Natuurlijk niet. Je kind is weg, ja. Ja. En die kan dat niet uitdrukken zoals wij dat uit kunnen drukken. Maar die heeft daar wel een vorm van verdriet over. Ja. En dan kan je nog zeggen, ja, fuck die koe, man. Die kan geen volzin formuleren. Kan mij dat nou schelen? Maar ja, hoe je met de zwakste in jouw wereld omgaat, dat zegt wat over jou.
Ja, en zoals wij met die dieren omgaan. Ja, dan zitten we in het parlement te discussiëren over een vierkante meter meer voor een varken. Of een speeltje voor een varken. Maar als je er echt serieus over nadenkt en wat wij mee willen doen, dan moet je andere keuzes maken. Maar wat zou een goede oplossing zijn volgens jou? Wat denk je in een... Gewoon als jij, stel je mocht een wens doen en dan zou het gebeuren. Maar wat? Poeh. Maar dat is... Gewoon hebben we dan allemaal een boerderij of zo? Of? Nee. Ja, een wens doen en het zou gebeuren. Daar zou ik dan heel lang over na moeten denken. Want wat ga je wensen? Want dat gaat ook weer gevolgen hebben. Tuurlijk. Ja. Kijk, idealiter... gaan mensen bewuster en gezonder leven en eten. Kijk, ik zou wensen dat mensen meer in contact met de natuur en zichzelf zouden komen weer. In de steden zijn we zo vervreemd van het leven. Ik ben in Marokko in de woestijn geweest, man. Je kon daar de melkweg zien. Geen lichtvervuiling. Geen bullshit. Hè? Ik had nog nooit dat van mijn leven gezien. Nog nooit. Kan je nagaan, dat is boven je hoofd elke dag. Dat is prachtig. En je ziet het niet. Hoe was het daar? Ik ben er nooit geweest. Wat is dat voor... Ja, je hebt in de stad, daar wil iedereen een mobieltje. En ja, of overal waar je komt, willen mensen goederen. Iedereen wil sneakers en een mobieltje, jonge mensen. Want iedereen kan MTV of whatever zien. Maar ja, in Marokko heb je nog wat traditionele gemeenschappen. In het zuiden, in de woestijnen, in de bergen ook wel. Maar de public relations van het westerse goederenmodel is zo goed. Iedereen wil spullen. Ja. Everybody wants it. En het maffe is, ik was vorig jaar in Suriname. En ik ben dan in zo'n klein dorpje aan de rivier. En ik denk, jeetje, wat een rijkdom. Jullie... En de oudere mensen dan, die weten, als ik hier het bos inloop, kan ik daar eten halen, ik kan daar eten halen, daar kan ik dat groeien. In de rivier kan ik vissen, ga zo maar door. En de jonge mensen, die zijn allemaal op een mobiele telefoon bezig. En die willen sneakers. En die willen naar de stad. En dan, ik snap het. Maar tegelijkertijd denk ik, maar hier is de rijkdom. Ja, je raakt vervreemd, zeg maar. Of je bent al, we zijn al vervreemd. Ja. Dat is ook keer, en die vervreemding werkt het in hand... Dat je zo met dieren omgaat. Of dat je zo met andere mensen omgaat. Ja? Dat je het acceptabel vindt dat jouw werknemers in een luier staan te werken. En dat ze geen pauze krijgen. Ja. Ja, dat gaat wel ver hoor. Dat gaat wel echt ver. Dat zou in Nederland nu zoals het nu is never nooit gebeuren, denk ik. Nou. Ja, daar gaan ze hard. Er was een tijdje terug een heel uitgebreid artikel over hoe het bij bol.com gaat. Wat? Bol.com? Ja, in de magazijn of zo. Ja, bij de orderpickers. Wow. Ja, daar is weinig tijd voor pauzes. En dat gaat aan één stuk door. En daar werken veel Oost-Europeanen. Omdat die het acceptabel vinden om belachelijke uren te draaien. En €300 in de week voor een wonen in een staakcaravan met nog drie anderen te betalen. Ja, klopt ja. Dat is Polen en Roemenen, Bulgaren. Ja, en er wordt dan een beetje neerbuigend over gesproken. Ja, die Polen en die Bulgaren. De werk is te min voor ons. Maar dat werk is getikt natuurlijk. Die mensen die... Alles wordt bijgehouden door computers. Je efficiency, hoeveel orders je pikt. Ga zo maar door. Dat is niet gezond. Komt niet buiten. Je hebt geen tijd om naar buiten te lopen om pauze te nemen. Want het is te groot. Je bent de hele dag binnen. Hoe heet dat artikel? Ik weet niet hoe het artikel heet. Volkskrant heeft er 2 maanden geleden over geschreven. Oh, het is in de Volkskrant. Oké, dan ga ik dat even zoeken. Ja. Als dat artikeltje bij de podcast ga je. Ja. Ja, sick. Ja, ik wist wel dat er bijvoorbeeld bij kippenslachterijen en zo... Dat vooral heel veel Polen daar ook heel erg aan onder doorgaan. Ja, en je had... 10, 15 jaar geleden had je ook artikelen over bij de aspergestekers en zo. Boeren die Polen soort van als slaven bijna hadden. Mensen mochten het erf niet af. Die moesten daar blijven. Die werden echt allerverschrikkelijkst behandeld.
Dan vraag ik jou waarom ze altijd vet bezopen zijn. Nou, het is gewoon fucked up. Fucked up shit. Ja, je hebt een uitzichtloos bestaan. Dus In Bulgarije, Bulgarije is nu helemaal aan het slinken. En er waren zelfs van die reclamefilmpjes over dat, dat mensen gewoon in hun land moeten blijven en kinderen moeten krijgen. Of eigenlijk alle jonge mensen gaan gewoon weg. Ja, want uitzichtloos bestaan. Ja, maar ja, dan hoor je dus gewoon politici die dan echt zeggen van ja, al onze kinderen, of niet eens politici, gewoon mensen op straat, worden ze geïnterviewd. En dan zeggen ze ja, mijn kleinzoon en mijn dochter, en allemaal naar Duitsland om borden te wassen. Ja, want daar is geld te verdienen. Ja, want dat is geld te verdienen in de ogen van de Bulgaren. Maar als je hier in Nederland borden aan het wassen bent, dan verdien je nog steeds net voldoende om je eigen... Maar dat is de grap. Ja. Wat mensen zien... Ik heb ook wel mensen uit Afrika gesproken, Oost-Europa, you name it. Ze van, ja, je gaat gewoon 1200 euro in de maand verdienen. Wow. 1200 euro? Dat is zoveel eigen valuta. Boom, daar kan ik echt alles mee. Wat kan ik daar hier wel niet verkopen? Ja, maar je bent niet daar. Die 1200 euro ga je in Nederland verdienen. Ja. En dan moet je een Nederlandse verzekering betalen en een Nederlandse huur en een Nederlands telefoonabonnement. Het geld is op aan het eind van de maand, hoor. Wie was dat nou? Een vriend van mij die heeft in Bahrein gewerkt. Op zo'n baggerschip. Ja, ik weet niet of het eerst voor een baggerschip was, maar of erg. In Bahrein in ieder geval. En daar heb je dus ook van die, volgens mij, Pakistaanse mensen. En die zijn alleen maar tunnels aan het graven. Ja. En buizen aan het leggen. En dat gaat gewoon. Die krijgen dan weet ik veel hoeveel dollar per week. En dan gaat sowieso 2/3 terug naar Pakistan. Ja. En dan van het andere, dat kunnen ze nauwelijks gewoon eten. En dat is echt. En die worden allerbelabberd behandeld. Want die Arabieren kijken heel erg op die mensen neer. Ja. Ja. Ja, in Israël, sinds ze meer gaan zijn gescheiden, tussen de Palestijnen en Israëli's zijn gescheiden, zijn die Filipijnen en Thai in gaan vliegen. Om voor de ouderen vandaag te zorgen. Thuiszorg, you name it. Want die Israëli's zijn ook allemaal te druk met carrière maken en bijzondere dingen doen. En dat is hier ook. Wij willen ook allemaal de nieuwe CEO van weet ik wat zijn. Ja. We willen allemaal bijzonder en belangrijk zijn. Ja. En we hebben geen respect meer voor de gewone mensen ook, hè? Ik bedoel... Wat is een gewone mens dan volgens jou? Wat is ja, die bestaat niet, natuurlijk. Want dat is een gemiddelde. The average person... Doesn't exist. The average person is made up of all extremes combined. Maar ik las laatst een boekje. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankdirecteuren. Is dat van Joris Luijendijk? Nee, van Rutger Bregman. Rutger Bregman, ja. En hoe heet die andere jongen nou? Sorry, ik ben zijn naam kwijt. Ja, ik ben wel van een correspondent allebei zijn ze. Ja. Mij, ja. Maar het begint over de vuilnismannen in New York. En die mochten eigenlijk niet staken. Maar die hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, nou is gewoon genoeg geweest. We gaan staken. En na een week staken ging de stad door zijn knieën. De gemeente zei, oké, we gaan op jullie eisen in. Vuilnismannen in de VS, dat verdient het goed. Want, als het vuilnis niet opgehaald wordt, maakt het niet uit hoe goed je dokter is, man. Shit hits the fan, hè. Als iedereen cholera krijgt, dan kan je nog zo'n goede huisarts hebben en nog zo'n goed ziekenhuis. Maakt niet meer uit. En die man die het vuilnis ophaalt, die dat vieze werk doet, die is essentieel. Ja. En die zakenman die in zijn auto met chauffeur over de snelwegen reist. Hé, man, die wegenbouwers. Hè? Dat ongeschoolde werk. Of die laag opgeleide mensen. Ja, en dan zijn we nu proberen we de term praktisch en theoretisch opgeleid erin te krijgen. Is al beter. Ja. Hè? Want hoog-laag, dat... Maar dat wordt op een gegeven moment wordt praktisch en theoretisch precies hetzelfde qua betekenis. Dus dan wordt het dat weer. Gewoon... Maar de grap is dat je zonder die praktisch opgeleide mensen, kan je niks. Ja, dat is Amerika toch? Heel, alles is door de Chinezen, al die spoorwegen zijn door de Chinezen aangelegd. Die zijn eind 19e eeuw inderdaad voor een groot deel door Chinese arbeiders aangelegd. Dat je daar naartoe ging, Amerika, Mountain of Gold, maar ondertussen als er een dynamiet ergens ontploft is en dat de Chinaman's chance, was het volgens mij de gezegde. Ja. Dus, gingen weer een paar dood. Ach, ja. Chinezen. Ja. Ja, belachelijk. Heel weird. Dat is... Ik weet nog dat mijn ouders naar Nederland kwamen en het was dan zo van, oh, Nederland, het land van Rembrandt en Frans Hals en Harry Mulisch en bla bla bla, allebei ook super intellectueel. En dan komen ze hier en dan weten mensen op straat gewoon niet wie Rembrandt is. Maar, of, weet je wel? En dan zeggen we, Rembrandt? Dit is zo van het plein. Ja, precies. Rembrandtplein. Ja, Napoleon, cognac toch? Weet je wel? Ja. Dat soort grappen. Dan zeggen, what the fuck is dit voor Twilight Zone? Waar zitten we in? Ja. Weet je? Dat is,
Het is bijzonder om te zien dat een bepaalde reputatie... Want dit is vrijheid, hè? Dit is gewoon Nederland, is gewoon vrijheid. En er is niks mis mee. Nee, tot op zekere hoogte is daar... Het lastige is... Het is ook de vrijheid om mensen totale bullshit aan te smeren. Ja. En de vrijheid om leugens te verkopen. En dat zijn, er zijn plenty mensen die dat van mijn visie zullen zeggen. Kijk, waar denk ik het Westen enorm gefaald heeft in de afgelopen 100 jaar. Kijk, op het moment dat Karl Marx zijn Das Kapitaal schreef, toen realiseerde de basis zich ook van, oh, wacht even. Als wij niet beter met onze arbeiders om gaan gaan, dan gaat wat die Marx zegt, dat gaat uitkomen. Dan gaat er een grote opstand komen. En dan grijpt het proletariaat de macht. Dus we moeten het zo maken. En dat is niet bewust gedaan, maar het is zo gegroeid. Mensen hebben wat te verliezen. Ja? Dus in Nederland, als je nu dan ziet bijvoorbeeld rond het klimaatverhaal. Dan wordt er door de partijen wordt er geroepen, ja, nou, we kunnen dat niet bij de burger gaan halen. Als er geen draagvlak is onder de burger, dan kan het niet. De burger moet meer gaan. Mensen worden bang gemaakt door het klimaat. En die Jesse Klaver, die wil jullie portemonnee leegtrekken. En nu wordt er een beetje gezegd, misschien moet het bij bedrijven gaan halen. Maar de grote industrie heeft altijd een free pass gehad. Nederland is een belastingparadijs. Grote bedrijven die betalen een fractie voor hun energie, wat de burger daarvoor betaalt. Grote bedrijven produceren vele malen meer vervuiling dan de gewone burger doet. Grote bedrijven stoppen al jouw eten in plastic. En vervolgens creëer jij een afvalbel. Dus we moeten het lef hebben om die bedrijven meer aan te pakken, in plaats van de burger bang te maken. Met van, oh ja, jij gaat in je portemonnee getroffen door die klimaatdoelen. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik zei het ook voordat we begonnen ook. Want ik heb ook daar een beetje een probleem mee met het klimaatdoelen. Want ik heb dus... Oké, ik ging er automatisch vanuit van broeikaseffect. Al die gewoon CO2-uitstoot. Dat is gewoon allemaal aan ons te danken. Dat is zo. En dan heb ik nu gewoon een paar vrienden die dan heel kritisch daarnaar kijken. En die zeggen van, ja, maar wacht even. Dit is gewoon propaganda. Want halverwege de jaren 80, wat logischerwijs ook al die warming-up bezig zou moeten zijn. Want we zijn al een eeuw bezig met industrie en whatever. Toen ging de temperatuur naar beneden. Bijvoorbeeld bij de New York Times stond het heel groot van, oh, we koelen af, bla bla bla. Maar dat was niet interessant. In één keer ging het omhoog, omdat het gewoon op een natuurlijke wijze gaat. Ik vind het altijd heel mooi. Ik ben geen klimaatwetenschapper. Ja. Ik heb dat niet gestudeerd. Die vrienden van jou ook niet. Nee. Ja? Nee, dat klopt. En wat ik wel weet en wat ik zie, is dat alle serieuze onderzoekers, ja, die, en wat ik zei, in 2000 ging ik me daar met dat soort dingen bezighouden, die waren allemaal, probeerden ze, want 2008 was de tipping point, hè? Voor 2008 hadden we het klimaatverandering nog tegen kunnen houden. Al die serieuze klimaatwetenschappers, die zijn niet meer bezig om te zeggen van, we moeten het stoppen. Die zijn nu alleen nog maar bezig om te zeggen, jongens, hoe gaan we zorgen dat het niet meer dan 1,5 graad wordt? In 2008 hadden we de opwarming nog tegen kunnen houden. Ja? Alle serieuze klimaatwetenschappers, die zijn niet meer bezig om te zeggen van, we moeten het tegenhouden. Die zijn nu alleen nog maar bezig met, oké, hoe gaan we de gevolgen een beetje in de hand houden? Want shit is real, man. Is 90% of zoiets van de lui die daarmee bezig zijn en die ook daadwerkelijk onderzoek in de field doen. Mm. Ja, niet de mensen die een onderzoek gaan lezen en daar kritiek op gaan hebben. Nee, echt mensen die in de field onderzoek doen. Die doen allemaal apocalyptische waarschuwingen. En dan komen er economen en IT'ers en jij en ik. Ja. En die vinden er ook wat van. Ja, dat is wel absoluut waar, natuurlijk. Ja, en die lezen wat artikelen, ja. En wat er, om het een beetje te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Begin jaren 90 ging Shell heel even groen doen. Shell realiseerde, oh damn, er zijn dingen aan het gebeuren met die fossiele brandstof enzovoorts. En die gingen er wat mee doen. En die zijn teruggefloten door een aandeelhouders. Die zeiden, ja, wacht eens even. Jullie business is gewoon om geld te verdienen met olie en onze zakken te vullen.
Dus Shell is daarmee opgehouden. Deden ze dan wat voor dingen deden ze? Ja, ze deden wat vergroeningspropaganda en ze waren wat bezig met duurzaamheid. En toen, begin jaren 90, toen het echt duidelijk werd voor de people in the know dat wij wel degelijk invloed op het klimaat hadden. En zeker dat de petrochemische industrie daar een grote rol in speelde. Dus de olieproducerende of de benzineproducerende industrie. Die heeft ervoor gekozen. Die hebben gezegd, wij gaan hetzelfde doen als de tabaksindustrie gedaan heeft. In midden jaren 50, ja, dus dikke 60 jaar geleden, wist men hoe slecht tabak voor je is. En zeker hoe de industrie tabak bewerkt. Hoe kankerverwekkend dat is. Ja. En de tabaksindustrie heeft toen een public relations campagne opgezet. En die hebben daar specialisten voor ingehuurd om twijfel te zaaien. Niet eens om het te ontkennen. Twijfel zaaien. We zijn 60 jaar verder. En tabak wordt nog steeds verkocht aan kinderen. Ja? Ja. Het is er nog steeds. En er gaan nog steeds mensen dood aan kanker. En dat is wat de benzine-industrie en de auto-industrie ook is genoemd. Die hebben gezegd van, nou, wij gaan twijfel zaaien. Want mensen willen geld blijven verdienen. En mensen kunnen het grote plaatje niet overzien. Dat is waar. Dat is dus het hele waar ik een probleem mee heb. Want zoals net als met dat vlees bijvoorbeeld. Ik heb er ook niet... Weet je, je leest wat, je verdiept je er een beetje in. Op een gegeven moment is het zoveel van beide kanten, zeg maar, chaos. Dat je dan denkt van, nou ja, ik ga gewoon kijken waar ik me goed bij voel. En waar ik mijn geweten een beetje in peil heb. Dus ook met de klimaatsverandering is dat je dan denkt van, oké, maar in hoeverre is het een natuurlijk beloop, zeg maar. Een natuurlijke cyclus die de aarde altijd doorloopt. En in hoeverre doen wij daaraan mee, zeg maar. Er zijn klimaatveranderingen geweest door de millennia heen. De aarde doorloopt cycli, zonnevlekken. Er zijn allerlei invloeden op. Maar 7 miljard mensen. Die hebben allemaal airconditions. Overal waar het heet is, hebben mensen aircondition. Aircondition die warmt buiten op om het binnen af te koelen. We hebben allemaal koelkasten aanstaan. Los van alle broeikasgasten. Doe eens een gedachte-experiment. Hoeveel warmte produceren wij? Veel. Heel veel. Draaiende motoren. Ga zo maar door. Wij produceren heel veel extra warmte. Dan produceren we ook nog CO2. Die CO2, dat is begin 20e eeuw door een Scandinavische chemicus die had uitgerekend, hey, als CO2 in de lucht toe gaat nemen, dan gaat het opwarmen. Dat weten we al heel lang. En we zijn steeds meer CO2 gaan produceren. En wat er nu aan het gebeuren is, is dat het proces gaan versnellen is, doordat permafrost ontdooit, waardoor meer methaan vrijkomt uit de bevroren moerassen in Siberië en Alaska. Ja, precies. Ja. Dat maakt nog meer problemen. Ja, alles is met elkaar verbonden ook, hè? Want die bio-industrie, daar wordt ook weer methaan geproduceerd en er wordt regenwoud voor gekapt en dat produceert allemaal vieze mest. Dat komt in het grondwater terecht, komt in de oceanen terecht, die daardoor weer op reageren. It's all connected. En dat maakt het heel lastig, want mensen willen hapklare brokken, om het te kunnen bevatten. Ja. En het is zo groot, het is niet te bevatten. Maar reken maar dat wij er invloed op hebben. En reken maar dat we daar in de komende 30 jaar een hoop van gaan merken. Ja, je bent het nu al een beetje. Ja. Hey, we moeten straks de Rijn de dijk overpompen, man. De zeespiegel stijgt. Ja, shit. En straks is het laagste punt van de Rijn hier en is de zeespiegel hier. Dus dan moeten we de Rijn de dijk over gaan pompen. Ja. Gewoon dijken hoger maken. Ja, maar je kan de dijken hoger maken. Maar dan heb je de waterdruk aan de andere kant, waardoor het land achter de dijken gaat verzilten. Oh ja, shit. Wat houdt dat in trouwens? Ik heb geen idee. Doordat het zoute water via het grondwater doorsijpelt. Ja. Een kolom water die heeft een bepaald gewicht, er ontstaat een bepaalde druk. En dan gaat water onder de dijk doorsijpelen. Ja, en dan wordt je bodemwater zouter. Oké, dus eigenlijk echt niet vruchtbaar ook. Nee. Ja, vruchtbaar voor andere dingen. Kijk, klimaatverandering brengt ook een hoop mogelijkheden met zich mee. Maar feit is dat er eilanden in de Pacific onder water gaan komen te staan. Dat de Waddeneilanden potentieel kleiner worden. En dat op een gegeven moment Groningen onder water komt te staan. Ja, shit. Hoe lang gaat het duren? Het zou over 100 jaar kunnen zijn. Maar dat is heel moeilijk in te schatten. 100 jaar is ook niet zo heel lang. Nee,
maken wij niet meer mee. Nee. Maar jouw kleinkinderen potentieel wel. Ja. Jouw papa ging hier uit in de Atlantis. Het chronische ja. Atlantis. Ja. Ja. Ja, en het lastige is... de idealisten die houden je voor dat je het goed moet doen. Hè? De veganisten die vinden van ja, je moet geen vlees eten, dit is slecht. En de pacifisten, je mag niet vechten met elkaar, je moet lief zijn voor elkaar. En ga ze maar door. Er zijn allerlei idealen. En dat zijn extreme idealen, zeg maar. Dat is wel een beetje... Ja, we leven in een wereld van extremen op het moment. Dus ja. Dan worden de idealen ook extremer van. En wat ik heel erg gemerkt heb in de jaren dat ik kraakte en actie voerde, ik had hele gedreven mensen om me heen. En die waren al geredpilled, hè, om de matrix erbij te pakken. Die doorzagen heel veel van de dingen om zich heen. En die zagen de waanzin daarvan. En die konden daar heel boos van worden en emotioneel. Want mensen willen niet luisteren. Ja, mensen moeten naar hun werk, die moeten hun huur betalen. Die hebben andere zorgen. Die kunnen zich geen zorgen maken over de beestjes in het slachthuis. Die moeten gewoon even eten koken vanavond. En dat allerhande recept is toch wel makkelijk. Die speklappen, dus dat wordt het. En daarbij, daar ben ik op opgevoed. Ja. Dus ik weet niet beter. En... Maar wanneer werd jij geredpilled dan? Heb je dat moment nog dat je in één keer... Er was niet een redpill moment. Maar vanaf dat ik 14, 15 was... en meer dingen begon te zien die niet klopten. En onrecht... Daar kon ik heel slecht tegen. Ik ging me meer verdiepen en ik ging meer lezen. En wat ging je lezen dan bijvoorbeeld? Over hoe dingen in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Cuba gegaan zijn bijvoorbeeld. Hè? De VS, onze grote vriend, die ons gered heeft van de nazi-onderdrukker en ons daarna beschermd heeft tegen die enge communisten. Hè? En die heeft ons ook nog Marshall hulp gegeven. Fantastisch, die Amerikanen. En alles van Amerika is fantastisch. Dat is de tweede helft van de 20e eeuw wordt gemarkeerd in bepaalde opzichten door de adoratie die Europa heeft, en zeker in Nederland, voor de VS, voor de Verenigde Staten. Maar dat Amerika, wat zich voorstaat voor vrijheid en democratie, dat is helemaal niet zo. Vrijgekozen regeringen in Zuid- en Centraal-Amerika, die werden omvergeworpen vanuit Washington, omdat ze links waren. En dat kon een potentieel communistisch gevaar opleveren. Bovendien, bad for business. Het ideale voorbeeld, wat mij betreft, is hoe het Iran vergaan is. Met weapons of mass destruction bedoel je? Nee, veel eerder al. Iran, in de jaren 50, na de decolonisatie, het Ottomaanse Rijk bestaat niet meer, na de Eerste Wereldoorlog, en Iran wordt een eigen staat. En daar komt een linkse regering en die nationaliseert het nationale bezit, de olie. Met het idee, met de opbrengst daarvan, kunnen wij dit land op gaan bouwen. Zoals Nederland opgebouwd is, heel veel van de Nederlandse infrastructuur die de basis gelegd heeft voor onze rijkdom, die in de 19e eeuw aangelegd is, die is betaald met winst uit de koloniën. Ja, zeker. Heel veel van de westerse welvaart is gebaseerd op geroofd goed. Ja. En dat is heel pijnlijk om te horen. Want we hebben allemaal heroïsche geschiedenisverhalen voorgeschoteld gekregen. Maar die zijn... Dat waren voor grotendeels piraten, toch? Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk waren we gewoon roofridders. En terwijl de rijkelaar het roofridder waren, stonden de veenwerkers hier tot hun enkels in de modder turf te steken. En werden slecht behandeld. En de fabrieksarbeiders in de grote steden werden ook slecht behandeld. Dus iedereen werd uiteindelijk uitgebuit door een kleine elite. En dat is in sommige opzichten nog steeds zo. Maar Perzië, het huidige Iran, de regering zei, wij gaan die olie, die gaan we nationaliseren en die gaan we ten goede van iedereen maken. Wat er met ons gas gebeurd is, maar toch ook weer niet. Want de Nederlandse regering zit in de NAM, maar het is toch verkocht aan privébedrijven. Hadden we ook gewoon voor Nederland in kunnen zetten. Ja. Dus niet gebruikt om Nederlandse huizen te isoleren. He, hadden we kunnen doen. Daar hadden we geld in kunnen steken. We gaan die huizen allemaal isoleren. Dat is niet gedaan. Maar in Iran zeiden ze, wij gaan dit geld van die olie gaan we gebruiken om ons land mooier en beter te maken. Toen zei, helemaal niet. Hè? Vet, ga door. En toen zeiden de Britten en Amerikanen, die dachten, ja, wacht eens even. Wij willen die olie gewoon hebben. Dat zijn onze bedrijven die daar nu de baas zijn.
Ja, want heel veel voormalige koloniën, in Niger, de uranium, werd door een Frans bedrijf eruit gehaald. Want, en die hadden ook een deal. Oké, wij laten jullie mogen je eigen land zijn. We decoloniseren. Maar de uranium blijft van dit Franse bedrijf. Wij mogen dat ontginnen. Nou, en in Perzië zeiden ze, die bedrijven die worden van de staat. Dus rijke mensen in de westerse wereld, die gingen hun spullen verliezen. Toen hebben ze een revolutie op touw gezet, waarbij de socialistische regering omvergeworpen werd. En werd Shah Mohammed Reza geïnstalleerd. Die gast met die tulband altijd op de foto? Volgens mij wel. Ja. Een sergeant was dat of zo. Toen hebben ze gezegd van, hey, we maken jou de baas. En de CIA heeft zijn geheime dienst geleerd hoe te martelen. En hoe informatie uit mensen te krijgen. En hoe al die communisten en anarchisten en socialisten op te sporen. En toen is er 20 jaar lang terreur vanuit Mohammed Reza geweest. En na 20 jaar hadden de mensen zo'n genoeg van, er kwam weer een opstand. Maar deze opstand kwam vanuit de moskeeën. Dat was de enige plek waar de geheime dienst niet de mensen in de gaten hield. En die werd geleid door de Ayatollahs, de geestelijke leiders. En de anarchisten en de communisten en de socialisten deden mee. Want die wouden wel van die kapitalist en fascist Mohammed Reza af met zijn Amerikaanse vriendjes. Daarom hebben ze in Iran ook zo'n bloedhekel aan Amerika. Die Amerikanen hielden Reza in het zadel. En Reza maakte die mensen kapot. Na de opstand, Mohammed Reza is verdreven. Ja, de Shah is verdreven. Rekenen de Ayatollahs af met het beetje aan anarchisten en socialisten wat nog over was, wat Reza niet vermoord had. en roepen Iran uit. Een Shiïtische staat. Een islamitisch-Shiïtische staat. Met een bloedhekel aan Amerika. Want die Amerikanen hadden alle ellende veroorzaakt. Daarom is Iran ook een vijand van het Westen. Terwijl Iran, ik hoor heel veel mensen die tegenwoordig naar Iran gaan, die zeggen dat is echt super chill daar. Het engste islamitische land in het Midden-Oosten is Saoedi-Arabië. Die hebben de strengste islamitische rechtsschool. Ik heb ook islamitisch recht gedaan tijdens mijn studie, dus ik weet er een klein beetje van. Ik zit dit niet uit mijn duim te zuigen. Saoedi-Arabië, dat zou onze vijand moeten zijn. Die financieren alle extremistische islamitische scholen, moskeeën, you name it. De kapers van de 9-11 vliegtuigen waren 2/3 Saoedi's. Maar Afghanistan werd ingevallen. Want Saoedi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. Die koopt Amerikaanse wapens en verkoopt olie aan de Amerikanen. En de Amerikanen zorgen voor de middelen om de bevolking eronder te houden. Dat is gewoon... Libië was ook toch Amerika, dat ze Gaddafi in de zaal hebben geholpen? Totdat Gaddafi inderdaad precies hetzelfde ging doen. Gaddafi, die wou volgens mij, die zei, ja, als jullie nog olie willen kopen, moet je met goud betalen. Ja, precies. De... Binnen een jaar was hij dood. Ja. Een van mijn politieke helden, Malcolm X. Zolang Malcolm X zei, wit en zwart moet gescheiden. Nou, dat was wel mooi. Dat vond establishment wel leuk. Dat was een enge man. Daar was de gewone witte burger, die was daar bang voor. Ja? En toen Malcolm X terugkwam uit Mekka en daar gebeden had met witte mensen, bruine mensen, gele mensen, zwarte mensen, had hij zoiets van, wacht eens even. We zijn allemaal hetzelfde. Hij kwam terug, hij gaf een interview, hij zei, ik ga met iedereen samenwerken die mij wil helpen om dingen beter te maken voor zwarte mensen in de Verenigde Staten. En het was niet leuk om zwart te zijn in de VS in de jaren 60. Maar het is nog steeds moeilijk. Ja. Ja? Er is niet veel veranderd. Daar kunnen we ook 2 uur over volleden. Maar het moment dat Malcolm X terugkwam en zei, ik ga met iedereen samenwerken om dingen beter te maken, was binnen een jaar dood. Het moment dat Martin Luther King niet meer alleen zei van, hey, wacht eens even, we hebben racisme, maar dat hij zei, hey, mensen zijn arm. En dat is een probleem. Binnen een jaar was hij dood. Hij had een verbindende factor gevonden waar iedereen hetzelfde was. Ja, ja. Shit. Ja, en waar het in essentie om draait. Wij worden allemaal tegen elkaar uitgespeeld. Oost-Europeanen tegen West-Europeanen. Noord-Europeanen tegen Zuid-Europeanen. Mannen tegen vrouwen. Jong tegen oud. Homo tegen straight. You name it. Had je dat meegekregen van die petitie trouwens? Je zou homo tegen straight. Van dat in vitro uit de basispakket werd gehaald voor
lesbische stellen. Nou ja, dat stond er niet letterlijk in. Het was gewoon zolang als er geen man in het spel is, dan mag je het niet gebruiken. We hebben de ChristenUnie en het CDA in de regering. Ja. Maar ja, dan weet je, je hebt gewoon een land waar het gewoon heel normaal is dat. Wat zeg ik? Het is een van de eerste landen waar een homostel trouwt, zeg maar. En dan wordt dit nu. Ja, maar het is niet normaal voor veel mensen. Het is een beetje zo van, ja, vieze homo's. Maar op het moment dat er een Ali of een Mohammed staat, dan zijn het onze homo's. Nou ja, zo. Ja, ik snap je. Weet je, dan wordt het opeens een stop uit. Maar ja, wij zijn heel tolerant. Wij zijn heel open-minded hier in Nederland. Ja, toen die Syrische refugees allemaal naar Europa kwamen en iedereen zich over de rape-fugees zorgen maakte. Oh ja, die komen onze vrouwen verkrachten. Ik verzeker je, man. 2/3 van de vrouwen wordt verkracht door iemand uit een directe omgeving. Dat betekent voor witte vrouwen dat ze door witte mannen verkracht worden. Dat is niet een Ali of Mohammed uit Syrië die dat komt doen. Maar het is veel makkelijker om naar de anderen te wijzen. Ja, ik heb dus zo. Ik was afgelopen eind van vorig jaar was Joris Luijendijk in Groningen. En die heeft dus een boekje uitgegeven. En kan je dat misschien, Iria, zou je dat kunnen opzoeken? Een boekje van Joris Luijendijk, zijn laatste. Ik weet niet hoe die heet, maar hij heeft hem geschreven. En het boekje, dat gaat dus waarom PVV-stemmers PVV stemmen. En hij verkoopt dat boekje voor €5. Dat boekje is al zo vaak verkocht, maar hij komt in geen enkele bestsellerlijst voor, omdat het gewoon geen geld verdient. Maar dat gaat dus over van, oké. Okay. Het is geen bestseller. Hij verkoopt wel heel goed, maar er wordt geen geld aan verdiend. Nee, precies. Inderdaad. Het is geen bestseller. en hij legde het ook. Hij begon met een filmpje over dat je dus... Geert Wilders zou een intocht hebben in een of ander dorp in Venlo. Daar was een vrouw in zo'n scootmobiel. Nou, dat dropen vanaf dat ze niet bijster intelligent was. En die praat ook jou. En Geert Wilders gaat ons beschermen tegen de buitenlanders. En we willen hier geen AZC. En vroeg die journalist haar van, okay, maar waarom willen jullie geen AZC? Ja, omdat mijn pleegzoon, die zit gewoon thuis, die heeft geen baan. Maar die lui, die krijgen gewoon een baan en die krijgen een huis. En weet je, dat okay. En ze krijgen ook allemaal, weet ik veel, €2000. Of zoiets was het. En ze, die journalist, maar hoe weet je dat? Ja, dat was op het nieuws. Oh, waar was het op het nieuws dan? Ja, op Facebook. En daar stopt het filmpje en die hele zaal natuurlijk keihard lachen. En toen zei Joris Luijendijk van, ja, dat is dus het probleem. Daarom stemmen PVV-stemmers op de PVV. Omdat jullie ze uitlachen als hoger opgeleide, zeg maar. Ja. Jullie snappen gewoon niet. Die vrouw zit in een scootmobiel en heeft een pleegzoon. Wat al best wel een heldendaad is. En die maakt zich oprecht ook super zorgen, ja, zeg maar. Ja, ik heb jongens gesproken die dan aan de beurt waren om een woning te krijgen. En dan was er een vluchtelinggezin die A-status gekregen had. En die gingen dan voor. Ja. Dan ben jij al 5 jaar aan het wachten op je sociale huurwoning. Ja, dan ga je wel een hekel krijgen aan die vluchtelingen. Ja. Ja. Maar het probleem is, en dat wou ik eerder al zeggen, maar we veranderen af en toe van richting. Ja. Het grote verlies van de westerse samenleving is dat we niet in staat geweest zijn om onze cultuur over te dragen. Ja? Dus jouw ouders die komen hier, die kennen Rembrandt, Frans Hals, Van Gogh, Harry Mulisch. En de gemiddelde Nederlander heeft geen idee, bij wijze van. Want die wordt zoet gehouden met brood en spelen. Ja? Met Big Brother. Ja, Big Brother, Robinson Island, weet ik veel wat voor programma's er allemaal zijn. Waar mensen elkaar helemaal gek maken. Jongen, ik heb geen tv gehad, hè, de afgelopen 20 jaar. Ik heb de afgelopen 20 jaar 3 jaar televisie in mijn huis gehad. Gewoon televisie waar reclame enzovoorts op komt. Toch wist ik wat O.O. Sherjo was en wie Barbie was. Want dat stond, als ik in de trein zat en even een spits doorbladerde, dan kwam je dat tegen. Daar kon je niet omheen. Ja? Ja. En dat zijn de mensen die de toon zetten in onze samenleving. Voor een deel. Ja, maar zetten zij, je bedoelt de producers van dat soort. De mensen die de programma's produceren, die kiezen ervoor om een bepaald beeld neer te zetten. Want het is makkelijk verteerbaar. Theo, ja. Jij bedoelde het boek Kunnen we praten? Toch? Ja. Is dat de allerlaatste? Is dat van vorig jaar? 2017. Ja.
Die heb ik liggen trouwens. Die ligt op de stapel nog te lezen boeken. Ja, ik moet hem ook nog even lezen. Daar moeten we een keertje op terugkomen. Gaan we hem lezen? Komen we erop terug. Ja, cool. En dan lezen we ook waarom bankiers of vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Ja, daar kunnen we er ook nog even over hebben. Ja, mooi. Leuk. Dat vind ik wel een goeie. Gaan we doen. Ga verder. Maar de producer, de John de Mols van... We zijn niet in staat. Want ik heb domme mensen ontmoet in mijn leven. Hè? Mensen die dan als dom gekwalificeerd zouden worden. Zoals die mevrouw in de scootmobiel waar hoogopgeleide mensen om lachen. Maar het gaat er alleen maar om hoe je informatie overdraagt en presenteert aan mensen. Want de meeste mensen zijn in staat om een hoop te begrijpen. Maar als je ze altijd alleen maar simpele shit vertelt, dan verwachten ze simpele shit. En op het moment dat het dan ingewikkeld wordt, haken ze af. Ja, want ik weet nog wel dat ik op de basisschool zat. En toen zei de ouders, jij gaat naar het gymnasium. Maar ik was de enige buitenlandse jongen op die hele school. Zeg maar, in een dorp in Friesland. Ja, ben je mooi klaar mee. Ja, dus ik had gezegd, ik zei dat zo van, iedereen kreeg zo'n pakketje van waar ze naartoe gingen. En ik had geen pakketje aangevraagd voor een middelbare school. En toen zei ze, ja, maar is dat het jou een beetje ontgaan? Of ze zei, nee, ik ga naar Groningen, ik ga naar het gymnasium. Het werd zo vet stil, zeg maar. En toen zei die leraar van, ja, wij spreken straks nog wel eventjes naar de klas. En toen ik zei, oké. Okay. Toen ging hij dan zeggen van, ja, maar dat kan niet. Je kan niet naar het gymnasium. Daar ben je gewoon niet slim genoeg voor. En buitenlander? Ja, nou, dat werd niet gezegd, hoor. Maar impliciet? Dat was het wel. Dat is de enige wanneer ik, een van de, bijna, nou, op één hand tellen misschien wel minder, dat er racisme in het spel was. Ja, want je bent wit genoeg om dat niet te ondervinden. Dus het is zien dat je niet helemaal Nederlander bent. Hè? Maar ja, wat is een Nederlander ondertussen? Ja, mijn vriendin die dacht zelfs toen we aan het scharrelen waren, dat die wist niet dat ik een Bulgaar was. Dus... Ja, als ze dat geweten had, dan had ze het vast eng gevonden. Wat domme. Was ze keihard weggelopen voor je tegen. Ja, zij is zelf Iers, dus ja, dat maakt verder niet zo. Oh ja. Ja, de Ieren, die hebben het ook lekker gehad in Europa. Ja, die zijn echt verkracht daardoor. Oh, ik heb verhalen van mijn... De Groot-Brittannië, man. Ja. Super naar. Dat die lui echt op straat... Ze moesten allemaal Engels leren. Ze moesten ook allemaal hun naam in het Engels kunnen. En dan kwam er één keer in de zoveel tijd van die gestoorde... hoe heet dat, groep soldaten. En dan werden alle jongeren tot 18, of vanaf 18 naar buiten gehaald. En gezegd, nou, zeg je naam maar in het Engels. Als je niet wist dat je op begon door je kop geschoten. Terreur. Ja. Terreur en onderdrukking. En tijdens de potato famine, het midden van de 19e eeuw, dus in de 1840s of zoiets, zijn er, geloof ik, een goed miljoen Ieren omgekomen van de honger. Ja. Want er waren aardappelplagen, waardoor alle aardappels stuk gingen. En het was niet zo dat er in Ierland alleen maar aardappel te eten was. Dat was ook natuurlijk een zee om. Maar al het andere wat ze produceerden, aan groenten, aan fruit, aan vlees, aan zuivel, dat ging allemaal naar Groot-Brittannië. En de aardappels bleven over voor de Ieren. En toen de aardappeloogsten mislukten, was er niks te eten voor de Ieren. Maar daar zit wel een kleine kanttekening aan, want ze zijn toen nooit gaan vissen. Nou, er werd al wel gevist. Maar niet zozeer van, joh, toen pas later werd er een soort van, kwam er een besef van, oh kut, we hadden ook gewoon kunnen vissen. Dat weet ik niet. De Ieren mochten basically alleen de aardappels eten. Mochten ook niet naar school, volgens mij, tot 100 jaar geleden. Nee. En dat is echt en dat was hier natuurlijk ook tot 100 jaar geleden voorbehouden aan de elite. Het is pas dat de leerplicht komt, op het moment dat overheden zich beginnen te realiseren van, hey, wacht eens even. In die scholen kunnen wij bepalen wat mensen verteld wordt. Ja, precies. Propaganda voeren. Ja. En om terug te komen op de mevrouw in de scootmobiel en het Facebook. We leven ondertussen in een samenleving waar mensen liever geloven wat goed voor ze voelt of wat kloppend voor ze voelt dan wat waar is. Een vriend van me vertelde ooit van een Amerikaanse politicus die op tv zag. Dus dit is heel shady, hè? Ik heb het niet zelf gezien. A friend of mine once said. Maar het is tekenend. Die man die zegt van ja, we've got rising crime rates. Crime rates are rising. We need to crack down on crime. We moeten harder optreden, want dat gaat helemaal niet goed. En een reporter zegt, ja, maar de rapporten van de FBI die laten al jaren zien dat de misdaadcijfers omlaag gaan. Nou, zegt die man, dat kan niet. Nou, zegt ze, dat is echt zo. I'd rather go with my feelings. Dat zegt die politicus. Ja, en dat is de wereld waarin we leven. Je hebt
klimaatspecialisten. Ja? Die zeggen, jongens, het gaat niet goed. Dus hun studiegebied. Ja? En mensen zeggen, ja, I'd rather go with my feelings. Ja? Jij wil ook niet dat ik jouw computer kom repareren. Oh ja, oh zo, ja. Ja? Ja, precies, dat je geen reet verstand van hebt, bedoel je. Nee, maar stel dat het je wel een goed gevoel geeft. Dat ik wat met jouw computer kom doen. Ja, ja. Waarom de fuck laat je Sjoerd je computer fixen, Theo? En je auto. Hij is geen monteur en hij is geen programmeur. Ja, maar het voelt wel goed als hij het doet. Ja. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Dat is, iemand zei dat als voorbeeld van... Over oh nee, het ging over speculeren, dat is heel wat anders. Nee, sorry, mind fart. Nee, dat was zeg maar dat je als je gaat speculeren... of als je gewoon de markt opgaat om aandelen te kopen en te verkopen... kans dat je verliest of wint altijd 50-50 een beetje, zeg maar, min of meer. Je kan een winning streak hebben... Maar dat is ook het enige beroep, zeg maar, waar je door niks te weten ook gewoon iets kunt... Ja, dom geluk. Ja, dom geluk. Terwijl als je als chirurg ergens binnenloopt, dan ga je echt never nooit iemand zijn kanker eruit halen. Heb je geen flauw idee wat je aan het doen bent, zeg maar. Nee. Ja, ja, maar dat was de mindfart. Het heeft niks met dit te maken voor de rest. Ja, maar het is ook leuk. Ja. Goede mindfart. Ja. Maar ja, dat is het ding. Mensen die... people would rather go with their feelings... Ja, dat heb je dat gezien? This is America van... Die videoclip van... Nee, niet Childish Gambino, maar... of Gambino, maar... hoe heet die? Ali G. Ik heb er fragmenten van gezien. Isha Cohen. Nou, in de context van die Sacha Baron Cohen... Sacha Baron Cohen, ja. Hij zet mensen op het verkeerde been... en daarmee creëert hij gekke situaties. Maar... Maar die shit die hij voor elkaar heeft gekregen. Dat mensen gewoon... Dat ze guns... Dat ze zeg maar zeggen dat ze voor zijn... Dat voor wapens, voor kinderen. Zodat die de terroristen eventueel neer kunnen schieten... als die de school binnenkomt lopen. En dat zo'n gast zeg maar ook daadwerkelijk zegt... Van, oh, is goed, ik wil wel meedoen aan een educatief filmpje. Fantastisch. Ja. Dat stukje heb ik gezien. Het leuke daaraan is ook nog... dat hij de Israëlische kolonel wel heel goed neerzet. Het stereotype. Ja, Amorat. Ja. From the Mossad, not from the Mossad. Dat zegt hij ook zo. En die gaat... Oh, oké. Okay. Omdat dat je dan als anti-terroristen training... dat je gewoon je broek naar beneden moet trekken... en dan met je reet naar die terrorist moet roepen... want die zijn natuurlijk allemaal homofoob. Dan moet je rennen en dan roepen van... I'm gay, USA. Oh man. Dat doet dus gewoon zo'n dude, zo'n governor, die doet dat gewoon. En dat is gewoon op tv. Hij zegt van ja, kut. Hij krijgt hem zover om dat te doen. Ja, ja, ja. Oh, ik moet het echt maar eens gaan kijken. Ja, hilarisch. Het is echt sick. Nou. Die Bernie... die gast? Bernie Sanders? Bernie Sanders, die krijgt hij niet zozeer op zijn... Die probeert hij wel dan op te fokken als zo'n oude veteraan in een scootmobiel. Maar die blijft maar... Die blijft die laat, en, die laat zich niet uit de kast lokken of nee, op de kast jagen. Nee, hij zegt, ja, jouw feiten kloppen niet. Ja, maar deze feiten... Dan gooit hij zo'n map zo neer met gewoon niks erin, zeg maar. Dat, ja, hij zegt, ja, maar dan heb jij gewoon verkeerde feiten. Dat is gewoon niet waar. Maar dat blijft wel gewoon... Maar raakt ook weer aan... wat zijn feiten... En wat zijn gevoelens, hè? Want, ja... Wetenschap... Heel veel mensen geloven eigenlijk niet meer in wetenschap. Er is nu een ja, je hebt... Ja. Kijk met de anti-vax-movement. Ja? Dat vroeger... Wat is dat? Nou, vroeger had je binnen streng christelijke gemeenschappen... vaccineerde mensen hun kinderen anti-vax, ja, 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 ja. En ondertussen zijn het hoogopgeleide mensen die dat niet doen. Want... Ja, er zijn verhalen dat je kind autistisch zou kunnen worden... of andere enge dingen. Mensen weten niet meer waarom we vaccineren. Weet je hoeveel kinderen er dood gingen? Aan de rode hond of whatever. Aan de mazelen, aan de pokken, aan polio. De laatste man in een ijzeren long is vorig jaar of het jaar daarvoor overleden in de VS. Die heeft zijn hele leven in een ademapparaat gelegen. Ja, want polio, je spieren verlammen. Dus ook je longen en je hart bijvoorbeeld. Ja? En doordat we
stoppen met vaccineren, of doordat een steeds grotere groep niet gevaccineerd is, krijgen dat soort ziektes weer een kans. En dat gaat op gevoelens. Want het gaat uiteindelijk niet om wetenschappelijke feiten. Het gaat om het gevoel, de angst en de fabeltjes die er verteld worden. Op Facebook. Ja. Want dat is het een beetje, dat is het hele punt. Van informatie is nu het meest zo toegankelijk geworden dat het. Filter de juiste informatie maar eens van de onwaarheden. Ja, vroeger moest je naar de beep en dan pakte je boeken en ging je dat lezen of artikelen. En dat was dan natuurlijk een hele natuurlijke filter. Want het is natuurlijk al een stap en het moet gepubliceerd zijn. Maar ik heb ook vrienden die dan bijvoorbeeld dingen doorsturen over mensen die verkracht zijn in Zweden door asielzoekers. En dan gewoon vrij worden gelaten. En dan als ze vrij worden gelaten, dan spugen ze nog even die ouders in het gezicht of zo. Dat je dan denkt van, oké, is dit real of is dit fake news? En wat is dit voor blog waar dit vandaan komt? En als het echt is, hoezo gebeurt dit? En als het fake news is, hoezo geloven we dit dan? Dus je wordt echt helemaal knettergek gemaakt. Ja. Dus dat is... we geloven het omdat het sensationeel is. Sensatie verkoopt. Als ik het 8-uur-journaal vergelijk waar ik mee opgroeide met het 8-uur-journaal nu. Dus één grote sensatiepartij geworden. Want we moeten kijkers hebben voor het reclameblok ervoor en daarna. Het gaat niet meer om het nieuws. Het gaat om de kijkers. Het product moet verkopen. En met dit soort nieuws. Ja, fake news is business. Want het levert kliks op. Dus clickbait. Porno is extremer geworden. YouTube is extremer geworden. Omdat extreme dingen levert kliks op. En hoe meer views... Hoe meer money. Of de scheiding van Wesley Snijder en Jolante. Dat was op de NOS. Ja, precies. Op de app. En ik belde toevallig die dag nog mijn ouders. En ik zei toen tegen ze, dit is nu op de NOS app. Als jullie straks 8 uur snel gaan kijken, app me even terug of jullie het hebben voor mij zien komen. En ja hoor, 8 uur snel. Primetime, scheiding. De echt scheiding van een paar BN'ers. Ja. Sorry, is er niet iets belangrijkers te melden? Kunnen we het over het voedselbos in Schijndel hebben, bijvoorbeeld? Wat is dat? Dat is een experiment voor, zoals ik het zie, landbouw voor de toekomst. De landbouw zoals we dat nu doen. Ja jongen, ik heb me echt in zoveel shit verdiept. Oké, vertel. Mooi. Landbouw zoals we die nu doen, is ontstaan 10.000 jaar geleden. We zijn granen gaan groeien. Dat was heel makkelijk. Maar we hebben niet alleen de granen en de dieren gedomesticeerd, maar wij zijn ook gedomesticeerd door de granen en de dieren. We gingen minder en ongezonder bewegen. Of we gingen anders en ongezonder bewegen. We stonden voorover gebogen, te scheppen, te ploegen en te doen. En door telkens een enkel soort gewas op een land... een stuk land te groeien, zeker zoals we het nu doen. Gigantische maïsvelden of tarwevelden, zoals in de VS. Hè, waar die combines die rijden dagen achter elkaar door aan het oogsten. Dat is monocultuur landbouw. Als jij een parasiet bent die heel erg van tarwe houdt of van mais houdt. It's paradise, man. Ja. Als jij een vogel of een insect bent die parasiet eet. Ja, misschien heb je wel een slootkant nodig. Of een bomenrand. Of struiken om je nest te maken. Of om je holletje te maken. Wat dan ook. En dat is niet in dat graan- of maïsveld. Dus je hebt minder beestjes die eventueel de plagen te lijf gaan. Terwijl als je in plaats van monocultuur voor multicultuur gaat. En in plaats van eenjarige gewassen voor meerderjarige gewassen. Bijvoorbeeld bomen, vruchtenbomen, notenbomen. En je hebt een variatie op het land, dan heb je een veel grotere soortenvariëteit aan insecten en andere beestjes, waardoor weer een natuurlijke balans gaat ontstaan. Het mooie is aan een voedselbos, dat je in de toplaag heb je productie, in de middenlaag heb je productie en op de grond eventueel. Wat is de toplaag? Hoe moet ik me dat voorstellen? De appels in de boom, ja. De bessenstruik en de pompoenen op de grond. Ah ja, oké. Ja, dus ik zag allemaal van die plateaus gebouwd, zeg maar. Die plateaus, die groeit de natuur zelf. Ja. Sla en kruiden op de grond. En dan, je hebt je schaduwkant. Nou, je hebt gewassen die hebben liever schaduw. Je
hebt gewassen die hebben liever volle zon. Dus aan je volle zonkant heb je lage gewassen die volle zon hebben. Dus dat bos kan ook nog zo de hoogte in. Er is superveel mogelijk. Het is iets arbeidsintensiever. Dus eigenlijk kunstmatig een ideaal natuurstukje creëren. Nou ja, het mooie is ook nog aan het planten van zo'n bos dat je CO2 gaat binden. En door een biotoopje te creëren. Je zet ook bijvoorbeeld gewassen neer die je niet per se gaat eten. Maar die bepaalde bestuivende insecten aantrekken. Of die liever gegeten worden door slakken. Zodat jouw sla niet opgegeten wordt door de slakken. Bij wijze van. Maar dit bestaat dus. Dit is in... Ze zijn in Schijndel op het moment. Er zijn in Nederland, wat las ik laatst, een stuk of 19 voedselbossen. Dat zijn kleinschalige projecten die door mensen zelf gedaan worden. Maar in Schijndel zijn ze op het moment op een stuk van 16 hectare en een stuk van 4 hectare. Dus 20 hectare bij elkaar. Yeah. Zijn ze voedselbos aan het aanleggen. Dat is heel klein toch? Dus voor een experiment is het best groot. Het zou beter zijn als het nog groter werd. Maar... We moeten er nog in leren geloven. De boeren moeten nog overtuigd worden. Want de boeren is alleen maar geleerd schaalvergroting. Meer vee, meer vee. Maar hak al die bosrandjes maar weg. Dan kan je meer gras hebben. Ja. En ondertussen, door het rijden met zware machines over het land... klinkt de grond in. Door gewassen te groeien met kunstmest... wordt de bodemlaag niet verder aangemaakt en gevoed. Dus de meeste landbouwgrond in Nederland, als je daar gaat kijken... Daar leeft bijna niks meer in. Dat is dood. Vermoeid, dat is dode grond. Helemaal ingeklonken dode grond. En als je in een bosgebied of zo gaat kijken, zitten allerlei beestjes die met allerlei processen bezig zijn. Dat zorgt voor levende grond. En daar kan van alles op groeien. Dat is interessant. Waar is het wellicht Schijndel? Noord-Brabant, geloof ik. Wauw. En in Nijmegen is er ook een voedselbos. En die werken samen met een restaurantje in Nijmegen. Ja, en die kok, die is een genie. Die serveert van alles uit dat bos. We zouden eigenlijk een keer er moeten gaan eten en in dat bos moeten gaan kijken. Van zo. Ja, dat lijkt me wel vet. Heel interessant. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben bijvoorbeeld, nou ja, goed. Ik ben opgegroeid in, en in Sofia, maar ook mijn oma. Die woont, en woont nog steeds in een dorp, zeg maar. Echt in the middle of nowhere. En daar wordt alles nog met paard en wagen en allemaal shit gedaan. Maar ja, dat is... Nu pas dringt een beetje die... dat voedselkapitalisme door. Want nee, al die, wat zoals ik al zei, al die mensen zijn nu tegen de 90. Dus die zijn niet meer de jongste. Er zijn geen jonge mensen meer in het dorp. Dus niemand kan meer hard werken op het land. Er is niemand eten aan het produceren daar. Dus het moet gekocht. Ja, dus de supermarkt, die haalt wel dingen binnen. En wat zij zelf, die onderhouden dan nog wel natuurlijk een moestuin. En dieren hebben ze sinds dit jaar ook niet meer. Wat echt heel erg pijn deed. Want ik daar gewoon... Die boerderij leefde gewoon altijd. Geiten, schapen, kalkoenen, kippen, alles. Maar jij gaat het ook niet overnemen? Nee, ik ga het niet overnemen. En ik heb niet eens de kennis om het over te nemen. Boven hun zit een imker. En die heeft dus wel... zijn opa was imker. En toen heeft dat heel lang braak gelegen, dat villaatje eigenlijk. En die man heeft toen wel zichzelf alles weer opnieuw aangeleerd. En een aantal volkeren heeft hij nu daar... En ja, daar moest ik wel laatst aan denken van ja, stel dat... Want we hadden het over vlees en over dat soort shit. Dus ik ben ook niet... De meer je erin verdiept, denk van ja, oké, het laat wel een milieuvoetstap achter en whatever. Dus eigenlijk het meest veilige en eerlijke is dat je gewoon je eigen dieren hebt. Die jezelf ook gewoon doodmaken natuurlijk. Ja. Ik heb als kind heb vaak genoeg bijgestaan als mijn opa. Gewoon met 6 man die zo vaak vasthouden. Dat is natuurlijk fucking groot. Een keel doorsnijden en dan gewoon wel... Kalm zussen, weet je wel. Of een schaap, of een lammetje, of whatever. Dus ik ben daar niet als van, weet je, dat maakt mij niet uit. Ik weet dat ik dat wel zou kunnen doen. Maar het punt is van, je moet wel iets extra's voor doen. Je moet er wel uitstappen. Nou, je moet je uit je comfortzone, ja. Die hier, uit je comfortbubbel, ja. Waar je hierin zit. Ik hoorde laatst eens op een podcast dat een arts, die heeft dus zijn eigen varkentje, heeft hij in een garage. Gewoon in Londen. Want die wil die op gaan eten? Ja, die eet hij ook op. Maar hij heeft hem wel gewoon in zijn garage in Londen. Ja, ze dacht echt zo van, oké, wauw. Je kan je varken te eten geven van alles wat jij overhoudt. Een beetje, ja. Wat de afval uit je keuken. Het marsepijnen varkentje, wat we elkaar met Sinterklaas geven in Nederland, dat is... is gebouwd op de traditie dat als jij een speenvarken had in de lente... en die de hele lente, zomer en herfst jouw keukenafval voerde...
En dan eind van de herfst slacht hij hem. En dan maakt hij er hammen en spekken en worsten enzovoorts van. Dat is te eten voor de winter. Ja, precies. Dat is het ook. Ja. Dan heb je gewoon je voorraad. Ja, kijk. Ik denk niet dat ik ooit nog dieren ga eten. Maar... Jij eet sowieso geen vlees? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik heb het weer heel even geprobeerd, maar nee, is niet voor mij. Maar dat deed je vroeger ook al niet? Of? Als kind had ik al weinig vlees en had ik liever andere dingen. En ik heb eigenlijk vanaf mijn 20ste geen vlees meer gegeten. Maar weet je dat bijvoorbeeld niet met sporten of zo? Dat je dan... Nee, man. En je hebt topatleten tegenwoordig die voor op een veganistische dieet gaan. Ik heb een lezing bijgewoond van een dame die Olympisch sporter is. En je ziet het in de sportwereld ook meer en meer. Sporters die aangeven dat als ze veganistisch eten... zelfs zonder zuivel, eieren, ga ze maar door... Ja. Dat ze sneller herstellen van een inspanning. En als je sneller herstelt van een inspanning, kan je hem sneller opnieuw doen. Ja, maar datzelfde hoor je ook van mensen die alleen maar vlees eten. Ja. Dat is altijd dat wat ik bedoel met gekkenhuis. Het grappige is dat er natuurlijk 30 jaar geleden... waren er geen sportende veganisten. Of weinig, heel weinig. En wel vleeseters. En er zijn binnen de topsport... meer en meer mensen die kiezen voor een veganistisch dieet. Ja. Ja, dan dat zal wel zijn omdat het resultaat is geeft. Maar, dat is een gevoel bij mij. Ja. En gevoelens gaan we natuurlijk niet te veel mee werken om dit, als het om dit soort dingen gaat. Dus ik heb daar... Ik vind het ook lastig. Ik vind het zo moeilijk. Zeg. Het is gewoon... Ik luister, wat ik doe is dan, ik luister iets, ik hoor iets en ik ga het uitproberen en ik ga kijken of het werkt. En nou ja, bij mij heeft toen, dat was een beetje zo'n wake-up call van, okay, ik ging dan, mijn vriendin ging hiken in Schotland en toen was ik 10 dagen alleen. Ik dacht van, oh, dit is het moment. Niemand die mij in de weg gaat zitten, ik ga alleen maar vlees eten. Zo begon het dan, nou, ging ik dat doen en toen in één keer na 3 dagen werd ik echt super ziek. Dus in koppijn, echt zweterig. Echt gewoon alsof ik gewoon een vette griep had, zeg maar. Ja, geen googlen. Ik dacht, ik kom vast door die hormonen, zie je wel, is vet slecht, bla bla. Nou, ga je googlen. Uiteindelijk kom je erop uit dat het gewoon afkikverschijnselen zijn van suiker. Dat je denkt van, oh, holy shit. What the fuck is dit, joh? Dat is echt gewoon... Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat dat lijkt op heroïne afkikverschijnselen. Gewoon, ja, inderdaad, dat je badend in de zweet wakker wordt. Zo van, ja, je gaat niet hallucineren of zo, maar dat... Nou goed, heftig, man. Dus, ja, dat was heftig. Dus ik vertelde dat heel trots aan iemand die dus vegetarisch is. Of ja, ik zei, ja, bla bla, nou, maar dus zo. En toen zei het meisje, nou, dat heb ik ook gehad toen ik alleen maar groenten ging eten. Maar dat is omdat je dus suikers uitsluit, zeg maar. En het is niet of... En dan ga ik, oké, maar wat zijn dan de voordelen van het vlees eten? Ja, je krijgt al je vetten en je proteïne binnen, vrij snel ook. En dat is chill. Vitamines en mineralen hebben een stuk minder. Dat is een stuk minder, maar... Dan ga je dan onderzoeken kijken. Er zijn dus bijna geen onderzoeken. Want niemand heeft ooit dat alleen gedaan. Want ja, het is een rijke luis ding, zeg maar. En rijke mensen die... Nou, laat ik het zo zeggen. De onderzoeken naar vleeseters zijn vaak... Vleeseters zijn vaak mensen die ook nog veel drinken. Ook nog veel roken. Dus ja, dat... Het is heel moeilijk om te duiden wat waardoor komt. Ja, precies. Dus, maar datzelfde geldt... Ja, want vegetariërs zijn vaak ook wat gezonder... of hebben een andere visie op de wereld. Vegetariërs zijn vaak gezonder omdat ze bewuster eten. Precies. En bewuster leven. Dus daarom ook niet roken en niet vet zuipen en dat soort dingen. Dus dan kom je daar op dat grijze gebied. Maar er is nu een of andere arts... die is nu dat vet aan het promoten, zeg maar. Maar hij is dan geïnspireerd door... Dat heb ik allemaal van Joe Rogan trouwens. Dus dat is ook allemaal... Want die is geïnspireerd door een community, de carnivore community. En die is dus uit een soort van noodzaak geboren. Omdat in de jaren 50 mensen niet wisten hoe je Crohn of pleuriasis of andere ziekten, gewoon auto-immuunziektes kon bestrijden. Maar ja, wat ze wel wisten was als je koolhydraten eet, dan krijg je er meer last van. Dus minder koolhydraten eten. Dus het is een hele groep mensen die dan... En wat is de basis van onze koolhydraten? Van de meeste koolhydraten die we tegenwoordig eten? Wat, brood bedoel je? Ja, dat zijn granen. Ja. Granen eten we nog maar 10.000 jaar. En 10.000 jaar is voor jou en mij verschrikkelijk lange tijd. Ja. Maar voor de homo sapiens, de mens, die is er al veel en veel langer. Ja. Ik denk, als je een dieet gaat doen, waarbij... maar dat denk ik, hè? Ja. Dat is een gevoel. Ja, en ook geen dieet, maar een voedingspatroon. Een voedingspatroon, inderdaad. Dieet is het verkeerde woord, inderdaad.
waarbij je dus granen schrapt en je koolhydraten uit aardappels bijvoorbeeld gaat halen. Hè, want knollen en wortels hebben we altijd al gegeten. Dus uit aardappels en sla en you name it. Ja. Dat je dat soort auto-immuunziektes misschien ook wel voor een groot deel de kop of de baas kan worden. Ja, want granen zitten nog maar heel kort in ons dieet. En is voor een spijsverteringsstelsel relatief moeilijk. Maar vinden we heel lekker, omdat het suikers brengt. Ook. Ja. Zo'n soort van terugkerend iets, de suikerindustrie. Ik ben nu bijvoorbeeld zo'n project aan het doen van jongensdromen, het verwezenlijken. Gewoon helemaal shredded worden, zeg maar. Maar ik dacht, je wordt super shredded door heel weinig te eten. Dus ja, dan had ik allemaal suikers eruit gehaald, alles gewoon. En dan zoveel onder de 2000 kilocalorieën. Nu werk ik met een coach, met Nick Venema samen. En het eerste wat hij deed was mijn kilocalorieën bijna verdubbelen. Omdat je zei van ja, maar ja, je gaat ook heel zwaar trainen. Je gaat ook vet liften. En dan wordt het denk ik een challenge om met je proteïne-rijke maaltijden aan 3000 kilocalorieën te komen. Dan is het in één keer van, godverdomme, ik ben nu de vierde bak met volle kwark naar binnen aan het werken. En ja, ik moet nog 700 kilocalorieën, ja, weet je wel? Het wordt echt naar binnen drukken. Ja, precies. En dan is die boterkoek wel in één keer een goede oplossing. Ja. Maar nu ben ik weer aan het kutten. En ik ben maar met 400 kilocalorieën naar beneden gegaan. Want nou, op 2700 zit ik nu. En dat wat voor mij 3 maanden geleden echt heel veel was. En met moeite aankwam. Nu voel ik mijn lichaam ik zit er nu op vandaag. Perfect ook. Laatste bakje kwark voordat je kwam. Maar mijn lijf heeft wel nu zoiets van, joh, kom op met het vreten, joh. Kom maar op. En dan denk ik, ah, shit. Die was ik dus bang voor. Dus gewoon, dit was dat kapitalisme. Is je lijf nu ook zo'n consumptiemachine geworden? Van, prop me maar vol. Doe maar. Ik zag een item van een bodybuilder die dan 6-7 keer op een dag eet. De wekker midden in de nacht gaat. Zat het bakje kwark naast zijn bed. Drukt snel de kwark naar binnen. En dan verder slapen. Ja. Ik denk dat is ook niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dan zie je er op een gegeven moment uit als een bodybuilder. Ja. Maar ik zou er liever uitzien als een gymnast. Want dat is, dat vind ik een mooiere bouw. Een atleet bedoel je? Gewoon een echte atleet. Jury van Gelder bijvoorbeeld. Ja, nou ja. Die is wel vrij buff, toch? Ja, maar hoe heet de King of the Bridge? Die Friese jongen. Oh, Epke. Ja, Epke Sonderland. Ja, gymnasten, die hebben effectieve kracht. Bodybuilders. Ik een Russische sportcoach waar ik veel van gelezen heb, die Spetsnaz ook getraind heeft. Die zegt van het ergste wat krachtsport ooit is overkomen is bodybuilding. Ja. Spieren in isolatie trainen. Ja. Weet je wat het mooiste voorbeeld is wat hij had? Maak een vuist, Theo. Maak een vuist, ja? Ja. Je pols spant aan, toch? Ja, precies. Knijp harder. Knijp nog harder. Je bicep gaat werken, toch? Ja. Je tricep gaat werken. Knijp nog harder. Je rug gaat meedoen. Je borst gaat meedoen. Dus waarom zou je die pols in isolatie gaan trainen? Ja, dat is om die spier heel groot te maken voor, nou ja, we hebben Mr. Schwarzenegger hier aan de muur hangen. Ja. Voor een bodybuild competition. En als dat jouw streven is. Bodybuilding is een tak van sport. Maar het is de bigorexia noemen ze het, toch? Ja. Vrouwen die hebben anorexia, mannen hebben bigorexia. Mannen die willen zo groot en buff mogelijk zijn. Want dat wordt ons voorgehouden dat mooi is. Ja. Terwijl toen Arnie begon, dat echt niet normaal was, zeg maar. Toen werd er echt op neergekeken. Ja. En het is ook, dat is met steroïden gedaan natuurlijk. Dat is geen natuurlijk lijf. Nee. Ja, dan zeg ik nogmaals, doe mij dan maar een gymnastenlijf. Het bodybuilden aan zich is niet mijn streven. Hoor. Ik hoef niet 100 kilo te wegen en zo groot te zijn. Whatever. Ik wilde gewoon altijd een Bruce Lee lichaam. Want ik vond dat ook altijd zo van oké. Maar dat is een interessant lichaam, Bruce Lee lichaam. Ja, super, super. Ja, gewoon droog, sterk en veel power, zeg maar. Maar goed. Dat is met Thaiboxen toen nooit gebeurd. Dus nu doen we het zo. Ja, mooi man. Leuk. Ja. Bruce Lee voelde zich op zijn best toen hij een paar kilo lichter was dan ooit op zijn maximale gewicht. Hij zat ooit op een hoger gewicht. En toen, ik weet het gewicht niet precies. Dat weet ik dan weer omdat ik kung fu doe. En de kung fu die Bruce Lee gedaan heeft. Wing Chun? Wing Chun, ja. Wat doe je dat? Ik deed het in Amsterdam. En ik ga nu heel af en toe naar mijn leraar in Amsterdam om
om les te krijgen. En ik heb hier wat mensen waarmee ik het aan het oefenen ben nu. Volgens mij Baudrieu, die dacht ik, die Earl. Dat is ook echt een vette kung fu baas. Dat is heel dat is een zijspoor trouwens. Maar dat is echt zo'n dude die ook zo'n speer op zijn keel kan zetten. En, dat is weer een andere skill. Ja. Dat leer ik niet. De chi. Ik leer ook niet zoals karatekaas betonblokken doorslaan met mijn hoofd en dat soort dingen. Maar Bruce Lee, die zijn ideale gewicht lag onder zijn maximale gewicht. Voelde hij zich best, bewoog hij het best. Ja. Ja, ja het is... ripped zijn, dat is een ideaal voor veel mensen, ja. Ja, nou ja, het is gewoon echt... Ik heb ooit een keer in de asielzoekerscentrum... Toen werd ik door zo'n Marokkaan... door een Marokkaanse meneer, die zei van... Ja, ik moet je wat laten zien. En ik kon niet echt Nederlands. En volgens mij kon hij ook niet zo goed Nederlands. Maar we konden elkaar wel begrijpen. En ik was een jochie van 7 die er een beetje rond scharrelde, weet je. Dus hij zei van, ja, kom maar. En toen liet hij mij een... Dan zet hij Hendrix op en toen liet hij een boek van Bruce Lee zien. En toen dacht ik van, oké, dit is het. Hendrix en Bruce Lee. Ja, gitaarspelen is wel gelukt, maar shredded nog niet. Dus dat is gewoon een soort van ingebrand. Zo, ja, soms heb je dat, gewoon ideaal. Ja, Bruce Lee is een mooi ideaal om te hebben. Ja. Die gast die had ook gewoon van die electro... Weet je wat de Aptronics op een gegeven moment was? Zeg maar? Van die elektroschok dingen. Die had hij dan ook op zijn vingers en op zijn borsten. En gewoon op zijn apps. Terwijl hij aan het tikken was. Dan ging het echt... Wauw. Ja. Misschien niet heel vreemd dat hij een... Ja, nee, ze zeggen dat die coma ontstaan is. Want hij is in een coma gekomen. Is Bruce Lee ook weer doodgegaan? Hij heeft een keer met gewicht heffen. Nou, in de films zie je altijd dat hij in een combat zijn rug heeft gebroken. Maar hij heeft dus met gewicht heffen... Heeft hij op een gegeven moment is een van zijn... zijn discs. Discs. Ik weet niet precies. Ze zeiden dat hij nooit meer zou lopen en hij heeft zichzelf weer gezond getraind. Precies. Maar daarvoor hij had af en toe wel last van zijn rug. Dus hij slikte daar shit voor. En op een gegeven moment kreeg hij koppijn. Want waarschijnlijk was hij allergisch voor wat hij dan nam. Toen kreeg hij koppijn en toen kreeg hij nog een soort van... Iets anders erbij. Iets anders. Is hij gegaan. Ja, toen is dat chemische reactie. Zegt Chuck Norris. Ja, dat... Chuck Norris feels it went down like that. Ja, precies. Want we weten de feiten niet. Ja, precies. Dus kunnen we alleen maar speculeren. Ja. Ja. Volgens mij is dat er sowieso al gewoon zo'n vette mystische mysterie rondom Bruce Lee. Ja, maar dat is ook deels gecreëerd. Want dat is interessant natuurlijk. Het mysterie. Shit sales. Ja. Ja. Sales, dat is belangrijk in onze samenleving, man. Niet kennis, sales. En ja, wat dat betreft, hè, het is ook een prachtig voorbeeld. Daar moet ik dan aan denken, want je zegt pillen enzovoort. Kijk naar de farmaceutische industrie. Het is een prachtig voorbeeld hoe twisted onze samenleving is. De farmaceutische industrie maakt geen medicatie meer. Die maakt symptoombestrijders. Ja. Ik heb ooit van een arts gehoord. Ik heb veel mensen gesproken in mijn leven. Ik heb van veel mensen dingen gehoord. Als die bij op bezoek kwam bij een farmaceutisch bedrijf, hadden die in een ontvangsthal. Hadden ze het medicijn. Waar ze het meest trots op waren. Want daar hadden ze dit mee genezen. Daar was iets mee genezen. Ja. En later, als hij daar kwam... dan hadden ze schermen waarbij hun stock value genoteerd stond. Het ging er niet meer om het medicijn wat ze geproduceerd hadden. Wat levens gered had. Nee, het ging om de value van hun aandelen. En dat werd gepresenteerd in de ontvangsthal. Dat moesten mensen zien. En wat is het punt... Als jij ziek bent en ik ontwikkel een pil en jij slikt een week lang dagelijks die pil, en dan is het klaar. Ziekte overwonnen. Dan heb je dan verkoop ik jou 7 pillen. Als ik jou symptoombestrijders geef voor de hoofdpijn en de rugpijn die ziekte jou geeft, en dan moet je 365 pillen. Wat? Je moet 2 pillen per dag. Ja. Voor de rest van je leven. Ja, dat is wel een goed beter businessmodel dan 7 pillen. Een veel beter businessmodel dan 7 pillen. Dat is sterker nog, hepatitis C kan genezen worden. Is een van de weinige hepatitis, of de enige hepatitis die echt daadwerkelijk genezen kan worden. En dat je ook geen drager meer bent. En Goldman Sachs heeft geadviseerd aan Bayer, denk ik. Misschien, het is niet mijn facts straight hier. Maar aan het bedrijf die ze verkocht, omdat... Zich daar niet op te focussen, want je maakt je eigen markt dood. Maar zich om te focussen op symptoombestrijding van kanker.
Ja, maar bizar toch? Dat is gewoon een officieel rapport. Zo van, jongens, concentreer je daar maar op, want daar zit de meeste winst. Ja. Zo van, terwijl je het over een industrie hebt die van natuur, ja, waar je eigenlijk automatisch van uitgaat dat het is om de mensheid te helpen. Maar dat, nou, maar dat is dus het probleem in onze samenleving. Het hoogste goed is geld verdienen. Ja. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Fantastisch boek. Een beetje voor de geest halen hoe die begint. Nee, niet. Het begint van, ja, je had allemaal mensen. En die mensen die geloofden allemaal in groene papiertjes. En die wilden allemaal Casio-horloges hebben. En toen kwam er één iemand die zei dat je misschien meer voor elkaar moet betekenen. En elkaar kan helpen en dat soort dingen. En dat Casio-horloges helemaal niet zo belangrijk zijn. En die werd toen aan een boom gespijkerd. Zo begint het volgens mij. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Dat vind ik wel zo. Oké. Het is tekenend, hè? Ja. Het is een hele mooie metafoor. Ja, maar dat is onze samenleving. Het voelt zo zwaar om dat te zeggen, hè? Onze samenleving is fucked. Het is natuurlijk niet echt fucked. Nee, man, want wat ik net zei: Voedselbos in Schijndel, er zijn fantastische initiatieven. En mensen die openstaan voor andere culturen. En de goede dingen dan daarvan op willen pikken, willen delen met anderen. Jij bent een brug tussen Bulgarije en Nederland. Je bent tussen Oost- en West-Europa. Tussen het Oost-Europese platteland, West-Europese stad. Ja? Ja, absoluut. Ja. En we hebben meer van dat soort mensen nodig. En jij bent ook, zoals ik jou gekend en ontmoet heb, weet je, yoga. Ja, what the fuck is yoga, man? Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het ervaren. En ik probeer ook een open mind te hebben. Ja, ik ga niet naar de yoga, want er zijn allemaal lekkere chickies. Nee, ik wil yoga ervaren. Ja. En het heeft je wat gegeven, want je doet het nog steeds. Nou, ik moet het weer gaan doen. Maar het is iets waarvan je zegt, dit brengt me ja, wat. Ja, fuck ja, man. Even over yoga. Dat is echt, die shit heeft wel echt... Nou ja, ik mediteer. Maar als ik van yoga wegga, dan voel ik alsof ik 10 dagen achter elkaar steady gemediteerd heb. Ja. Die open mind en het delen van kennis, want dat is wat je hier ook doet. Mm. Dat is een passie van jou. En dat is, ik denk, waardoor wij onbewust ook een klik hebben met elkaar. Ik deel ook graag kennis. Dat is wat we nodig hebben. En dat gebeurt. Het is prachtig. Alleen, wij hebben maar hele zachte stemmetjes naast de publieke omroepen en Hollywood. En ga ze maar door. En alle bergen aan non-informatie die er geproduceerd worden. En in sommige opzichten is onze samenleving zeker fucked. Ja, de weg waarop we zitten, die leidt nergens naartoe. Maar ja, mensen denken allerlei rechten te hebben en recht te hebben op dingen. Ik heb recht op een koelkast en een auto en mijn vakantie naar Ibiza of naar Thailand. Want ja, de buren gaan ook. Ja, moet toch kunnen. En waarom zou ik in moeten leveren als hun eerst? Ja. Maar er zijn al mensen die vrijwillig andere keuzes maken. Die niet meer vliegen. Die flexitariër worden. Of vegetariër. Of veganist. En er zijn heel veel mensen die op hun manier een bijdrage proberen te doen. Ook mensen in een scootmobiel die uitgelachen worden. Want uiteindelijk hebben die ergens ook het beste voor met de samenleving. Alleen die hebben andere informatie dan jij en ik. Ja. Van Facebook. Ja. En dat is hun bron van informatie. Ja, en daar zwerft zoveel non-nieuws rond. En zoveel enge informatie. Clickbait. It's real. It's real. It's a thing. Het zijn gewoon mensen die geïnvloed worden om... En Wesley en Jolante zijn uit elkaar, man. Yeah. Fuck. Klikken. Ja. Dus ja, ik... Het is... Mensen zeggen wel eens van, BR, lijkt me een pessimist. Nee, ik wil een realist zijn. En dat kan tot pessimisme leiden. Want er gebeurt wel een hoop heftigs om ons heen. En ook een hoop moeilijks. Maar toch zie ik veel hoopvolle dingen gebeuren ook. En het is soms moeilijk om dat te zien tussen alle shit. Ja, tussen de onzin die Trump twittert en de gekke dingen die Rutte roept. En... Dat die gasten... Oké, dat is een ander verhaal. Ja, en de Brexit en alle waan van de dag. Maar er zijn echt wel mensen met heel interessante dingen bezig.
Ik was net de laatste dagen van de herfst. Was ik met een vriend van mij, waar we het Rijdiep afgelopen. Dat was de vliegje hier trouwens. Maar het ging, waren we gewoon een beetje aan het chillen. Aan zo'n picknicktafeltje. Echt supermooie lucht. Echt paars, mooi. Een beetje platteland. En toen kwam er zo'n oud mannetje op zijn fietsje. Die kwam uit Garmwerd. Die heeft een tochtje gemaakt. En die ging zitten en ging even, gewoon, die moest even zijn hart luchten. En dat was net Prinsjesdag geweest. En, toen zei hij van, ja, vroeger toen stemde je nog ergens op. Maar tegenwoordig, waar je ook op stemt, gebeurt toch geen reet. Het gebeurt allemaal als een grote machine. Dat is de overheid, wil dit. Ik dacht van, ja, oké, ik heb er nooit zo over nagedacht. Ik ben niet politiek geëngageerd, weet er te weinig van. Maar ja, zo voelt het zelfs voor mij, voelt het zelfs zo. Er is niet meer een bepaalde passie of zo. Mensen... Partijen hebben geen staan niet ergens meer voor. En weet je, het CDA was een paar weken terug in het nieuws van, ja, als er geen draagvlak is voor milieuwetgeving, dan gaat het CDA daar niks mee doen. Hè? Want we willen mensen niet in een portemonnee treffen, want dat zijn de kiezers. Ja. En ik dacht, kanonne man. Het is aan jullie om draagvlak te creëren. Dat is jullie taak, om aan de burger duidelijk te maken waarom het belangrijk is dat we dit soort dingen doen. En niet achter de burger aan te hobbelen van, hey, mogen we jullie stem? Jullie willen pizza met extra kaas? Wij zijn voor pizza met extra kaas. Jullie willen American Gladiators op tv? Wij zijn voor American Gladiators op tv. Ja? Ja? Dat is waanzin. Partijen hebben geen visie meer. En daarbij, wat voor democratie zijn we, man? Het is net iets meer dan de helft van de mensen die stemt. Dat is waar. Maar ja, hoe krijg je, dat is toch altijd de eeuwige debat. Hoe krijg je kiezers naar de stembus? Ja, hoe krijg je kiezers naar door het relevant te maken. En door mensen educatie te geven. En dat is nu... Door mensen vrij te geven om te gaan stemmen. Vandaag zijn verkiezingen. Je bent vrij. Dat is een goeie trouwens. Debatclubs. Een werkende democratie... heeft een goede kritische media nodig. Daarvoor ben ik Sikkom regelmatig dankbaar. Dus af en toe komt de bullshit langs. Maar in andere media ook. Maar ik zat vandaag het artikel bijvoorbeeld te lezen over die PVV-dame. En haar drukte over het WOB-verzoek. Ik denk, dame. Maar dat zie je bij meer PVV'ers. Dat is onze grondwet en onze wetgeving. De wet op openbaarheid van bestuur. Daar staat WOB voor. Ja. We hebben openbaarheid van bestuur... omdat het essentieel is voor een democratie. Betrokken burgers ook. Kritische media ook. Dat is waarom een Trump zo hard op de media gaat. Ja, ja, ja. Daarom, hij zei het ook. Inderdaad, dat zijn voorbodes van fascisme. Media mond dood maken. Daarna begin je andere mond dood. Want op het moment dat de media het mond dood is... kunnen mensen niet meer spreken in publiek. Op een podium wat grote groepen mensen bereikt. Dan krijg je die statieregime inderdaad. Dan kan je langzaam maar zeker meer mensen mond dood gaan maken. Dat wordt wel gruwelijk. Denk je dat hij nog een keer gekozen wordt? Die dame? Nee, Trump. Trump? Vind ik heel lastig om te zeggen. Het bizarre is dat ik blij was dat hij gekozen is. Heb je dat Joe Rogan zijn nieuwe show gezien? Dat hij vertelt waarom hoe dan Amerikanen zijn. Zeg van, wij zijn een beetje bipolair, zegt hij. We hebben net... een super steady relatie gehad met een slimme, knappe, charismatische vrouw die het beste met ons had. Dat is nu uit. En we are dating a hooker. Het gaat alleen maar om de seks. En we zitten in een knalgele cabrio, kook te snuiven en gewoon keihard over de snelweg te racen. Ja. Zeg maar het verbaast mensen wel eens als ik zeg, ik ben blij dat Trump gekozen is. Maar waarom ben ik blij? Omdat het... Mensen, in the end, it electrified people. Als Hillary gekozen was, dan mensen, oké, she's gonna take care of it. Yeah. Maar met Trump realiseren mensen, wow, we moeten zelf in beweging komen. En zelf dingen gaan regelen, want met deze guy aan het stuur van onze gele cabrio, gaat het helemaal mis. Ja, is al mis, toch? Maar wat het meest bizarre vond ik... Ja, ik ken hem alleen maar van die Netflix-docu's en wat dingen die ik toen zelf opgezocht heb op YouTube, maar... Als ik het goed begrijp, is die vent zo blut als het maar kan. Maar hij wordt in leven gehouden, want als hij failliet verklaard wordt, gaan heel veel banken superveel verlies leiden. Dus hij moet soort van kunstmatig... Dat Trump Empire, dat is... Maar die hele economie is een bubbel.
Ja. Het is allemaal nepgeld. Het is gewoon zo'n slang die... Het is een slang die zijn eigen staart aan het eten is. Maar dat zag je met de bankencrisis. Hè, als in kapitalisme wordt er... In echt kapitalisme zou je moeten zeggen van... Ja, hey, jullie bedrijf is verkloot. Dus valt het nu om. Maar de Nederlandse overheid ging ABN AMRO redden. De Dirk Scheringa bank niet. Maar ABN AMRO, als je bij Dirk Scheringa bank staat... Hey, fuck you. Maar ABN AMRO werd gered. Waarom? Te grote banken om te laten vallen. Er zijn overal in de wereld zijn banken gered die aan het vallen waren. Want als die zouden gaan vallen, die zouden heel veel in hun val meeslepen. Omdat het een kaartenhuis is. Ja. Als je, ik heb er geen heel weinig verstand van. Als je van Luijendijk dit kan niet waar zijn leest. Oh ja, ja, ja. Ja. Over ik heb een heel klein stukje gelezen en ik werd er zo naar van dat ik hem weer op de plank gezet heb. Hij staat er nog steeds. Ik moet hem nog steeds verder lezen. Maar er is niks veranderd. En nieuwe crisis 2023 heb ik gehoord. Ja, en de mensen die bij die banken werken, die vinden zichzelf allemaal fantastisch. En die geven zichzelf bonussen van miljoenen. Maar in feite doen ze niks voor ons. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers? Die vuilnismannen hadden in 6-7 dagen met de staking, had iedereen zoiets van, ja, dit gaat niet. In Ierland gingen de bankiers staken. Na een half jaar zijn een deel van hun eisen ingewilligd. Maar mensen gingen, het leven ging gewoon door. Ja. In de pub hield bij wie wat schuldig was. En ze hadden geen geld nodig van de banken. Ja. En die bankiers, die bedenken nieuwe financiële producten waar nog meer geld mee rondgepompt gaat worden. En allerlei waardeloze producten, waar hypotheekproducten, waar mensen... Dat is waardoor de crisis ontstaan is in 2008. Allemaal slechte hypotheekplannen die Amerikanen lanceerden. Ja, iedereen, dat was toch dat die film The Big Short, maar dat is ook een boek natuurlijk, maar dat wanneer iemand zijn alarmbellen afgaan, wanneer hij dus praat met zo'n stripper die twee huizen heeft. En dan zegt van, hé, maar verdien jij nou genoeg hier in deze token? Zegt ze, nee, maar ik krijg gewoon een lening. Ja. Maar dat gaat toch nooit goed? Nou ja, hoezo niet? Ik neem nog wel een lening. Ja, precies. Ja. En ik volg zo'n econoom op, die heeft een eigen podcast. En zo'n oude verzuurde Jood is dat. En die heeft overal zo'n New York accentje, weet je wel. En die heeft overal commentaar op. En zegt van, de huizenmarkt is nu helemaal in een hyperboeren. En er zijn bedrijven die, zeg maar, zonder iets te bezoeken, kopen ze het op. En dan flippen ze het. We're flipping property. Weet je wel. Dan weet je dat het einde nabij is van die bubbel. Als dat gewoon mensen gewoon, zonder te kijken, gewoon kopen, verkopen, kopen, verkopen. Hoe lang gaat het goed? Tuurlijk, dat kan niet. Je zag dat met die bitcoin vorig jaar, zeg maar. Ja. Dat gaat echt, bij die bitcoin is het natuurlijk heel klein. Ja. Het gaat één maand goed en dan klapt het. Maar bij dit gaat het nog wel even duren. Maar dan klapt het weer. Zeg maar. Ja, en dan zijn wij allemaal de sigaar. Ja. Ja. Want wij hebben voor de ABN AMRO betaald. En ING Bank is volgens mij ook door de Nederlandse overheid overeind gehouden. En die lui die geven elkaar weer dikke vette bonussen. Ik weet niet precies hoe het bonussysteem in elkaar zit. Volgens mij is het daar wel iets meer achter. Dan ja, daar hebben ze wat regels op losgelaten in de afgelopen jaren. Maar puntje bij paaltje is het natuurlijk een beetje waanzinnig. Als een bank met belastinggeld gered wordt. Dat het topsegment elkaar nog steeds kapitalen uitdeelt. Maar waar zijn die bonussen op gebaseerd? Dat weet ik dus niet. Ik ook niet, want daar heb ik me niet in verdiept. Ja. Maar ik weet wel dat het natuurlijk waanzinnig is om in een jaar 10 miljoen extra te zien. The fuck moet je met 10 miljoen, Theo? Geen idee. Ik heb een keer uitgerekend dat als ik 2500 euro tot het einde van mijn leven zou verdienen en ik word 120, dat ik dan 1,2 miljoen genoeg heb. Wat natuurlijk heel weinig is als je het zo hoort, vergeleken met 10 miljoen. Zeg maar. Ja, maar kijk, een gemiddeld mens verdient in zijn leven het. Kijk, als jij elk werkend jaar van je leven 20.000 euro verdient, dan heb je na 10 jaar heb je 200.000, dan heb je na 50 jaar heb je 1 miljoen verdiend. Ja. Maar dat is netto. Bruto verdien je dan nog meer. Ja, dus veel mensen die verdienen wel 1 miljoen, maar alleen niet in 1 keer. Ja. En we zouden het natuurlijk graag in 1 keer willen hebben, maar dan nog, ja. Kijk, met geld kan je hele leuke dingen doen. En dat maakt heel veel dingen makkelijk. Maar veel geld maakt niet veel gelukkig. Maakt dingen makkelijker, dat is het. Het maakt dingen makkelijker. Maar op
op een gegeven moment denk ik dat het dingen moeilijker maakt. Als jij heel veel geld hebt. Ik zag een heel leuk itemje volgens een voormalig rijke familie in de VS na de crash van 2008. Een totale clueless blondine die ooit met een rijke dude getrouwd geweest is. Ja. En haar zoontje helemaal in de stress. Want hij moest in het vliegtuig naast iemand anders zitten. Oh ja. Dat was hij helemaal niet gewend, want het ging altijd met de private jet. Nou ja, en ze had een car geregeld, hè, een auto bij dat vliegveld. Dus ze zegt, oké, where's my car? Ja, you can pick it up there and there. Oké, where's my driver? Driver? What do you mean? The car doesn't come with a driver? No, you have to drive yourself. Ja, dan brengt veel geld je denk ik toch wel problemen. Want dan ben je wereldvreemd. Dan ben je echt wereldvreemd. Ik heb dus even net nagecheckt waar die bonuscultuur op gebaseerd is. Kijk aan. Hey. Wat ik tenminste op Wikipedia kon vinden, dat heet dan de bonuscultuur, onder dat kopje. De toekenning van een bonus in een financiële wereld gebeurt op twee grondslagen, afhankelijk van de functie van de medewerker. Één is aan uitvoerende functionarissen in het bankwezen. Dat zijn vaak effectenhandelaren en dergelijke functies, maar ook bij afdelingen als corporate finance en emissies en syndicaten. Worden bonussen betaald uit de winst van het bedrijfsonderdeel over het afgelopen jaar? Ah ja. Punt 2, dus dat is het tweede deel. Aan het hogere en topmanagement worden bonussen toegekend afhankelijk van het behalen van vooraf gestelde doelen. Dus, het is gewoon prestatiebonus. Ja, vanuit de betrokkenen. Vanuit de betrokken onderneming is het stelsel van de winst. Ja, vanuit de betrokken onderneming. Moet je nagaan als je 10 miljoen krijgt, wat voor winst je hebt gedraaid? Ja, dan wordt er 10 miljoen verdeeld onder meerdere lui. Maar waar gaat dat over, man? Weet je? Ik kan het me niet voorstellen. Dit is natuurlijk de dream is dat je ooit... Tenminste, mijn dream is een soort van... Lijkt me chill om nooit meer over geld na te hoeven denken. Want nu vertel jij dat verhaal over die blondine. Dan denk ik van ja, kut, dan heb ik het goed. Maar dan heeft mijn nageslacht... Die is dan dat clueless, zeg maar. Ja. Dus die ik heb ook... Gaan die het goed hebben? En daarbij... werk is leuk, man. Je komt mensen tegen. Je komt andere mensen tegen. Je bent wat aan het doen. En ik ben bijvoorbeeld ook voor een basisinkomen. Gewoon een basisinkomen. Zeker. Maar genoeg om gewoon van te kunnen leven. Als je op vakantie wil. Als je leuke dingen wil doen. Dan moet je als je in de kroeg wil zitten. Ja, dan moet je toch een paar dagen in de week gaan werken. Maar dat begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, wat ik nu doe, dan blijf ik gewoon doen. Want dit is wel een passie. Maar het is niet... Ik vind... Als je gewoon... Stel, hè, zo van infinite money is gewoon chill, omdat je dan niet die stress hebt om... Kijk, ik ben nu hier productief, vind ik. Ik voel me productief. Ik vind dat ik gewoon goede dingen doe. Maar als ik heb ook in een fabriek gewerkt. Niks daar niet tegen. Maar dan heb je dus nul tijd om dit soort dingen te doen. Dan ben je alleen maar aan het werk om geld te verdienen, zodat je rond kan komen. Zodat je... Maar als je een basisinkomen hebt, kan je dus... Precies. Dingen doen die je leuk vindt. En nog wat om voor de extraatjes. Ja. Ik denk ook... Maar dat is ook het hele ding. Komen we weer wat ik eerder zei. Hè? 40 uur is normaal. Hè? 40 uur in de week werken. Nou, er blijft weinig tijd over om na te denken over dingen dan. En dat is een goed middel. Je hebt natuurlijk wel meer flexwerken nu. En zo. Maar flexwerken is helemaal niet zo leuk. Is niet leuk. Dat is 9 tot... Het is als een soort van verbloeming van altijd bezig moeten zijn. Zeg maar. Ja. Ja, of ZZP'er. Hè? Ja. Ja, je bent zelfstandiger. Ja. Bijna geen enkele ZZP'er die een pensioen aan het opbouwen is. Nee, dat klopt. De vraag is natuurlijk of die pensioenen als iets waard zijn over 30 jaar, 40 jaar. Dat is een beetje altijd de vraag die ik stel. Van, op maar één grote crash te komen en die potten worden gewoon leeggehaald. Ja, en door al die onzekerheid gaan mensen voor zichzelf kiezen. Want dat wordt in de hand gewerkt. Nou ja, dan ga ik wat vastgoed regelen. Dan kan ik dat verhuren over 30 jaar. Dan ben ik in ieder geval van mijn pensioen verzekerd. Ja. Maar ja, dan ben je ergens andere mensen een beetje aan het uitbuiten. Uiteindelijk. Want je moet er meer voor hebben dan dat het je kost. Want je moet er zelf van kunnen leven. Ja. Ik ben meer voor een samenleving die we een beetje samen dragen. Waar we het samen doen. Maar even want ik ben het met je eens, absoluut. Maar even terug op de basisinkomen. Ik denk niet dat dat ooit doorkomt. Puur om het feit dat er zoveel ambtenaren zonder werk komen te zitten. Ja, maar precies dat. Dat is... Want op het moment dat je dat basisinkomen invoert... Ja,
Dan kan je het duo kan je afschaffen. Ja. Want we hebben geen studiefinanciering meer nodig. Iedereen heeft 1000 euro. Iedereen heeft een basisinkomen. Ja. Ja? Dus je kan gaan studeren. Je kan doen en laten wat je wil. Ja? De sociale dienst. Ja? Al die mensen. Want kijk, er zitten bij de sociale dienst de hele goede lui die hele goede dingen doen. Maar er zitten ook gewoon plenty losers. Die uitkering, mensen met een uitkering het leven zuur aan het maken zijn. Maar feitelijk zitten ze daar ook op een uitkering. Want zonder die mensen met een uitkering zou hun functie niet bestaan. Ja, precies. Ja. En daar zitten ook een hele hoop kanslozen, hoor. Want ik ken intelligente mensen met een uitkering. Als je hoort waar die tegenaan lopen, dat is echt waanzinnig. En ja, die afdeling zou stoppen met bestaan. De mensen die zich met pensioenen bezighouden inderdaad, zou allemaal stoppen met bestaan. Ja. En het zou ook een hoop geld schelen, want er zitten ook topmanagers bovenop. Maar die moeten dan weer met 1000 euro, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Die moeten hun Audi dan verkopen. Ja, ik noem geen naam, maar een vriend van mij die heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij UWV voor verschillende marketing lean strategieën. Nou, het komt uit het een van zijn onderzoek kwam volgens mij dat één afdeling gesloten kon worden en het andere dat de helft kon opdoeken. Nou, die is gewoon, daar is gewoon verder niks mee gedaan, zeg maar. En hij is niet ontslagen, maar is wel een soort van, ja, hij is wel tegen een hier, in mijn dood bureau, einde. Ga daar maar ja, zitten. Ja, precies. Andere vriend die onderzoek heeft gedaan op dezelfde manier voor de belastingtelefoon. Waardoor je dan achterkomt, dus oké, op het moment dat iemand belt, dan krijgt hij een bevestiging van de afspraken via post. Nou, heel veel mensen schrikken zich dood als ze zo'n ding op de mat krijgen. Dus bellen ze weer. Dus dan wordt het weer over meer mensen. Dus ja, dan eigenlijk is de belastingtelefoon een groeiend monster, zeg maar. Ja. Niet dat het slecht is, absoluut niet. Ik denk dat het sowieso alsof de makkelijker je geholpen kan worden voor dat soort zaken, dat beter is voor het hele land natuurlijk, als je belasting gewoon kan betalen. Maar ja, we zijn mensen en we hebben systemen gecreëerd en we kunnen niet tegen kritiek, ook niet als grote groepen. Dus dat wordt een groot punt. Ja, we moeten leren om flexibeler in onze systemen te zijn. En dat wat vandaag werkt, morgen misschien iets op een iets andere manier moet. Ja. Of misschien niet meer. Hoeft te bestaan. Ja. Ja, denk je dat er een basisinkomen gaat komen? Ik weet het niet. Zoals in het Midden-Oosten zouden zeggen, inshallah. Als God het wil. Ja, als God het wil. Ik hoop het. Ja. Ik denk dat het een enorme stap vooruit zou zijn. Zeker gezien het feit dat door verdergaande automatisering enzovoorts er minder werk gaat zijn. Ja, dan kunnen we wel nog meer loze bullshit jobs creëren waar mensen zich leeg bij voelen. Laten we een samenleving creëren met geëngageerde mensen die schilderen, die tekenen, die kinderen met scouting boswandelingen doen, die voedselbossen aanleggen en dat we tijd hebben met elkaar om in het voedselbos fruit te gaan plukken. Laten we van het Noorderplantsoen een voedselbos maken. Ja, waar we waarom niet? De hele lente, zomer en herfst met elkaar kunnen eten en picknicken. En laten we Groningen helemaal autovrij maken en nog meer groenstroken aanleggen met vruchtenstruiken en vruchtenbomen. Ja, ik heb 20 jaar geleden had ik een visie, man. Ik was nog een jonge kerel en ik liep door de straat. Ik dacht, damn, al die parkeerplekken. Dat is ruimte, man. Als al die auto's weg zouden zijn, zouden kinderen kunnen spelen, zou je eten kunnen groeien. Ga ze maar door. En die stad zou zoveel leuker zijn om doorheen te lopen. Ik zou een mooi afsluitend feitje, want we gaan al in de 2 uur volgens mij. Dat toen wij uit Bulgarije naar Nederland kwamen, zaten we in een Appelschaar in het asielzoekerscentrum. En dan had je dus in Appelschaar dan van die pleintjes inderdaad. En er was in het midden had je daar allemaal gewasjes en er waren ook aardbeien. Dus die ging ik dan plukken. Dus ging gewoon eten. Dat was hartstikke goor. Want het waren namelijk gewoon sieraardbeien. Dat was echt de grootste grap ever. Dat je het nog steeds als ik eraan terugdenk, dan denk ik van ja, maar hoezo ga je dan niet normale aardbeien groeien, weet je? What the fuck is met sieraardbeien? Ja, waarom niet? Het kan. Ja. Maar dan zou het gratis zijn. Ja, ja, precies. En dat is niet goed voor de VOC-mentaliteit. Nou, laten we hiermee afsluiten. Thanks, man, dat je er was. Ja, man, was leuk om het te zijn. Mooie shit. Ja, veel getoverd. Jullie heen? You cut it? Done. Sick, man. Ja, yeah, mooi. Ja. Zijn we offline? Dat kan echt. We kunnen even uren zo. Almost offline. Mag dat? Ja, dat mag.